Dan gaan we een keer kijken wat we vandaag gaan doen. Ja. Dus je ziet, we hebben nu een les. Dat is de link voor de meeting. Hè? Waarbij dat je moet aanloggen via SSO. Dit, hier in dat bestand zitten we dat we vandaag gaan doen. Dat gaan we dus even sneaker bekijken. En dan, zoals je weet, is het vanmiddag oefeningen. Voor één deel van jullie. Het andere deel gaat dan diezelfde oefeningen krijgen op dinsdag. Je ziet ook dat er morgen een uitlegsessie is. Dus met deze link kun je om 3 uur, als je wilt, je vragen stellen hier in de Teams meeting. En dan volgende week is er ook weer, het is wel week 7 volgende week, maar omdat er dus wat dagen wegvallen, gaan we dus ook volgende week de woensdag een les hebben. Hè? De donderdag volgende week is dan de 11e november en dat is verlof. Ja. Bon, wat staat er dus vandaag op het programma? Eigenlijk een ganse boterham. Bekje kan het opnemen. Ja. Oké, eigenlijk een ganse boterham. Je ziet, we gaan het vandaag beginnen met hoofdstuk 3 en we gaan het dus hebben over chemische reacties. En we gaan eraan beginnen. Hè? Dus maar het eerste dat we gaan doen, is een keer kijken wat een chemische reactie eigenlijk juist is. Op welke manier we dat voorstellen. Dus op welke manier dat we eigenlijk op papier schrijven wat er eigenlijk gebeurt ergens in de realiteit. En dan gaan we een keer bekijken van wat betekent dat nu juist. Als zo'n reactievergelijking die je op papier schrijft. En dan eigenlijk de rest van het verhaal zijn definities en het gebruik eigenlijk van ja, de fysische betekenis van een chemische reactievergelijking. Dus we gaan eraan beginnen. En zoals dus gezegd, gaan we beginnen met te bekijken wat is dat juist, een chemische reactie, en hoe zetten we dat op papier. Ja, oké. Dus de eerste vraag die je eigenlijk kunt stellen is, hoe weten eigenlijk dat er een chemische reactie gebeurt. Dus er is eigenlijk maar één manier om te weten te komen of dat er een chemische reactie al dan niet gebeurt. Dat is om te gaan kijken, om eigenlijk analyses te doen. Dus stel, we hebben een mengsel. Dus je ziet, er zit er daar een vatje. En in dat vatje zitten 11 moleculen zuurstofgas, 7 moleculen methaan en 1 molecule water. Je ziet hier staan, we hebben op een bepaald tijdstip en we noemen dat T0. Gewoon begin, op het moment dat we de eerste keer kijken, niets, of dat je de dingen bij elkaar giet. Ja, 0. Ja, oké. Dus we analyseren dat ding en we zien dat er allemaal in zit. Wie zit er allemaal in en hoeveel? En dat heb ik hier geschreven. Wat we dan doen, is we laten dat spel een tijd met rust en dan gaan we daar na een tijd nog een keer in kijken. Dus we gaan dat na een tijd opnieuw analyseren. En wat zien we nu? We zien dus dat er daar van dezelfde moleculen in zitten, namelijk zuurstof, gas, methaan en water, maar andere hoeveelheden dan op het tijdstip waarvan dat we begonnen zijn. En er zit nu nog iemand bij, namelijk CO2. Ja? Dus hoe weten we nu dat er een chemische reactie gebeurd moet zijn? Wel omdat de samenstelling veranderd is. Ja? Dus als de samenstelling verandert als functie van de tijd, dan weten we dat er een chemische reactie gebeurd is. Nu, die samenstelling die verandert, maar hoe komt dat nu? Dat die samenstelling verandert. Ja? Dus we vertrekken hier met een aantal moleculen van een bepaalde soort. En na een tijdje zit er daar iemand anders bij.
En zijn er moleculen weggegaan en andere bijgekomen? Wat is dat nu weer? Ja? Wat gebeurt er daar? Wel, je weet hè, dat in het begin zitten al die moleculen die er daarin zitten, daar zitten atomen in natuurlijk. En ieder atoom dat we erin steken, blijft daarin zitten. Dus het aantal zuurstofatomen dat er hier in het begin in zit, dat zijn er 23, die zijn hier verdeeld over die 11 zuurstofmoleculen en die ene watermoleculen. Die koolstofatomen die hierin zitten, die 7, die zitten allemaal in methaanmoleculen. En die waterstofatomen die erin zitten, daarvan zitten er een deel in de methaanmoleculen en een ander deel zit er in die watermoleculen. Je ziet, als we dan gaan kijken op dat latere tijdstip, dan zitten diezelfde aantallen atomen die zitten erin. Ja? Maar waar zitten die atomen nu? Ah, die zijn nu verdeeld in andere moleculen. Nu zitten die zuurstofatomen verdeeld over 7 zuurstofmoleculen, 5 watermoleculen en 2 CO-moleculen. De koolstoffen die er hierin zaten, die 7, die zijn nu 5 zitten er in methaanmoleculen en 2 zitten er in CO2-moleculen. Dus je ziet, wat gebeurt er eigenlijk bij een chemische reactie? Dat is dat de atomen eigenlijk gereorganiseerd worden. Dus het moleculair verband of het verband waarin dat de atomen zitten, dat wordt door een chemische reactie eigenlijk gewijzigd, gereorganiseerd. Wat je ook ziet, is dat het aantal atomen in het begin is gelijk aan het aantal atomen op het eind. En dat geldt voor iedere atoomsoort. Wat heeft dat nu als consequentie? Stel bijvoorbeeld dat we de reactie hebben H2 en O2 geeft H2O. Ja? Dus wat betekent dat? Dat betekent dus dat we waterstofgas en zuurstofgas willen omzetten naar water. Waarom schrijven we nu die H2 en die O2 langs die kant van de pijl en die H2O langs een andere kant van een reactiepijl? Jawel, omdat als we in een vatje waterstofgas, zuurstofgas en bijvoorbeeld water bij elkaar zouden steken, wat zouden we dan zien aan een bepaalde tijd? Dat de hoeveelheid waterstofgas en zuurstofgas afnemen en de hoeveelheid water toeneemt. Datgene waarvan dat de hoeveelheid afneemt, dat verdwijnt dus door reactie. Dat noemen we de reactanten en schrijven we langs de ene kant van de reactiepijl. Datgene waarvan dat de hoeveelheden toenemen, dat noemen we de producten en dat schrijven we langs de andere kant van de reactiepijl. We weten nu dat alle atomen die er in het begin in zitten, dus die er langs de ene kant van de reactiepijl staan, die moeten ook langs de andere kant van de reactiepijl staan. Ja? Dus dat betekent dat de atomen behouden blijven. Dus er is een atoombalans, zoals men dat noemt. En voor elke atoomsoort geldt dat het aantal atomen langs de reactantzijde van de pijl gelijk moet zijn aan het aantal atomen langs de productzijde van de pijl. Ja? Dus als je dus waterstofgas en zuurstofgas zou in evenwicht willen brengen, deze reactie, dus dat aantal links en rechts gelijk maken, je ziet dat is hier nu niet het geval, hè? Dan zou je dat kunnen doen door hier een zuurstofatoom bij te schrijven. Want hier heb je 2 zuurstofatomen en daar maar 1. Ja? Dat is niet correct, want zuurstof is geen reactieproduct. Zuurstofatomen, daarvan neemt de hoeveelheid niet toe als je die dingen met elkaar mengt. Dus dat is geen reactieproduct. Je zou ook kunnen schrijven, om dat te laten kloppen, H2O2 wordt gevormd.
Maar dat is ook niet goed. Waarom niet? Omdat H2O2 helemaal niet bij dat verhaal betrokken is. Ja? Wat is er dus wel goed? Dat we hier een tweetje voor zetten. En dan hebben we hier ook een tweetje voor te zetten. En je ziet, dan klopt dat. Ja? Nu, die getalletjes die je daar moet voorstellen, op dat de atoombalansen kloppen, hè, dan noemt men de stoichiometrische coëfficiënten. Ja? En bij conventie, dus onthoud dat goed, moeten dat de kleinst mogelijke gehele getallen zijn. Ja? De stoichiometrische coëfficiënt 1 wordt niet expliciet geschreven. Ik weet dat er in de middelbare veel mensen die cijfertjes voorgetallen noemen. Ja? Ik wil dat woord niet horen, want dat is zinloos. Dus het zijn stoichiometrische coëfficiënten. Oké? Duidelijk, niet vergeten. Hè? Bon. Dus het voorbeeldje dat hier staat is de ontbindingsreactie van nitromethaan. Van nitroglycerine, dat stikstofgas, CO2, zuurstofgas en water geeft. Ja? En ik weet dat er nu dikwijls zo wat geprobeerd wordt. Hè? Dus om die getalletjes die je hier moet zetten te vinden. Nu, je kunt dat zo doen, maar soms zijn we dan zo'n ganse tijd bezig en zijn we nog mis. Er bestaat dus een redelijk eenvoudige manier om dat vrij snel te doen en dat dat altijd lukt voor het soort reacties dat wij gaan zien. Ja, dus wat doen we? We schrijven dus onze reactievergelijking op. Dus dat betekent dat we de reactanten langs de ene kant van de pijl schrijven, de producten langs de andere kant van de pijl. En wat we moeten doen, zijn dus die getalletjes vinden. Hè? Dus bij de reactanten begin ik met A, B en C en zo. En bij de producten is dat X, Y, Z en B. Ja? Oké. En we moeten dus die getalletjes vinden. Wat we weten is dat het aantal atomen dat er langs de ene kant van de pijl voorkomt, hè, van iedere soort, moet gelijk zijn daaraan. Dat betekent eigenlijk dat we onze reactievergelijking kunnen voorstellen als een soort formele algebraïsche vergelijking. Hè? Dus we vervangen onze pijl door een is-gelijkteken. En dan gaan we onze atoombalansen maken. Dus we hebben 4 atoomsoorten, koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof. En voor iedere atoomsoort gaan we een atoombalans maken. Dus we beginnen met koolstof. We kijken waar komt koolstof voor bij de reactanten, hier. Waar komt koolstof voor bij de producten, hier. Dus 3 maal A moet gelijk zijn aan E. Ja. Nu gaan we dat doen voor waterstof. Waar zit waterstof? Hier. En bij de producten, hier. Dus 5A moet gelijk zijn aan 2W. Voor stikstof, 3A moet gelijk zijn aan 2X. Voor zuurstof, 9A moet gelijk zijn aan 2I plus 2Z plus W. Ja? En dan hebben we nu onze atoombalansen uitgeschreven. En je ziet, je kunt dat schrijven ook op deze manier. Hè? Ja? Dus dat we niet die dingen allemaal naar de andere lid brengen. En dan zie je dus duidelijk dat we een stelsel hebben van 4 vergelijkingen in 5 onbekenden. Dat betekent dus dat we 1 vrijheidsgraad hebben. En we mogen dus eigenlijk 1 vrij kiezen. En dan kunnen we dat stelsel oplossen en dan hebben we de andere cijfers. Ja? Oké, we gaan dat doen. Dus ik ben iemand die heel simpel is en ik begin altijd met A gelijk te stellen aan 1. Dus als je hierin A gelijk aan 1 stelt, dan kun je dat stelsel oplossen. En dan heb je I is 3, W is 5 tweede, X is 3 tweede en Z is 1 vierde. Herinner u, die getalletjes moeten nu wel de kleinst mogelijke gehele getallen zijn. Dus hoe gaan we dat nu doen om daar de kleinst mogelijke gehele getallen van te maken? Voilà, we gaan iedereen met 4 vermenigvuldigen. En dan hebben we A is 4, I is 12, W is 10, X is 6 en Z is 1. Voilà,
En dan hebben we onze algebraïsche vergelijking, hè, met onze getalletjes ingevuld. En dat is dus eigenlijk onze chemische reactievergelijking in evenwicht, zoals men dat pleegt te noemen. Ja? Oké? Okay? Dus dat is duidelijk, hè? Dat moet wel lukken. Nu, wat betekent dan zo'n chemische reactievergelijking eigenlijk? Dus wat wil dat eigenlijk zeggen? Ja? En daar gaan we een voorbeeldje bij bekijken. Het is simpel, hè? Maar het is goed om de gedachten een keer te vestigen en om alles nog een keer op te frissen. Ja? Dus stel, we vertrekken met een potje waarin dat stikstofgas en zuurstofgas in zit. Er zit hier nog geen NO in. En na een tijdje, ziet je, hebben we NO gevormd. Ja? Dus je ziet, de samenstelling verandert, dus er is iets gebeurd. Na nog een andere tijd, dus we wachten nog wat langer, we kijken terug, ja, dan gaan we zien dat de samenstelling opnieuw veranderd is. Je ziet, stikstofgas en zuurstofgas die verminderen in de tijd. Dat zijn dus de reactanten. NO, die vermeerdert in de tijd. Dat is dus het product. Ja? Als we nu een keer kijken naar... We zien dus dat er van T0 tot T1 dat er een wijziging opgetreden is. Hoe groot is die wijziging? Dus met andere woorden gezegd, hoeveel moleculen N2 zijn er weg gereageerd, en dat geven we aan door dat R'tje hier. Dat nulletje, dat is op het tijdstip 0 in het begin. Dat R'tje hier is weggereageerd voor reactanten en gevormd door reactie voor producten. Ja? Dus hoeveel is er weggereageerd? Jawel, we zijn vertrokken van 7 en we hebben er nog 5 over. Dus er zijn er 2 weg. Voor zuurstofgas zijn we vertrokken van 8. We hebben er nog 6 over. Er zijn er 2 weg. Ja? Voor NO hadden we niets. We hebben er 4. Dus er zijn er 4 gevormd. Als we nu kijken, wat is de wijziging in dit tijdsinterval hier? Dus van T1 tot T2. Dan hebben we hier voor stikstofgas. Ja? We zijn... Op dit tijdstip hadden we 5. Op T2 hebben we 2. Hoeveel zijn er weg? 3. Voor zuurstofgas vertrokken van 6. We hebben er 3 over. Hoeveel zijn er weg? 3. Voor NO, we hadden er 4. We hebben er nu 10. Er zijn er dus 6 bijgekomen. Ja? Als we nu de verhouding schrijven van het aantal moleculen stikstofgas tot het aantal moleculen zuurstofgas dat verdwenen is door reactie, dan zie je, dan is dat 2 gedeeld door 2, dat is 1,1. Als we dat doen voor het aantal moleculen NO dat er gevormd is, en we delen dat door het aantal moleculen stikstofgas dat er gevormd is, dat is 4 gedeeld door 2, dat is 2,1. We zouden natuurlijk ook kunnen schrijven het aantal moleculen NO dat gevormd is door reactie, gedeeld door het aantal moleculen NO2 dat verdwenen is door reactie. Dat is ook 2, dat ziet in. Ja? Als we dat doen voor het tijdsinterval T1 en T2, dan zie je dat we voor de verhouding van het aantal moleculen stikstofgas en zuurstofgas dat weggereageerd is, precies diezelfde waarde 1,1 uitkomen. En ook voor de verhouding stikstofmonoxide dat gevormd is ten opzichte van het aantal moleculen stikstofgas dat verdwenen is, dat is ook 2,1. Dus die verhouding die blijft constant in de tijd. Ja? Dus je ziet die verhouding, dat noemt men de stoichiometrische verhouding, en die geeft de relatieve aantallen van reactanten en producten die verdwijnen door reactie en gevormd worden door reactie. Maarten, even geduld. Het antwoord komt... In het volgende uur. Even geduld.
Ja. Joran, de reactie in het begin met waterstofperoxide was verkeerd gebalanceerd, omdat waterstofperoxide niet een correct reactieproduct was. Als je waterstofgas, zuurstofgas met elkaar mengt, dan ga je zien dat de waterstof- en de zuurstofconcentratie daalt en de waterconcentratie toeneemt. Er zit geen waterstofperoxide in. Je kunt natuurlijk ook waterstofperoxide maken vanuit waterstofgas en zuurstofgas, maar dat is een andere reactie. Ja? Oké. Bon. Dus je ziet, wat hebben we nu? Als we dus die verhouding, die stoichiometrische verhouding, die kunnen we nu ook eigenlijk een beetje anders schrijven. Je ziet, als we die zuurstof hier naar boven brengen en de twee hier in de noemer, dan hebben we dus deze uitdrukking. Ja? We kunnen dat ook doen voor deze. Hè? Als we de N2 naar boven brengen en de 2 naar onder brengen, dan hebben we dit. En je ziet dus dat de verhouding van het aantal stikstofgas dat weggereageerd is, gedeeld door 1, gelijk is aan ja, het aantal moleculen zuurstofgas dat weggereageerd is, gedeeld door 1. Dat is gelijk aan het aantal moleculen NO dat gevormd wordt door reactie, gedeeld door 2. Ja, dat is dus de reactiestoichiometrie, zoals men dat noemt. Dus deze vergelijking hier geeft de reactiestoichiometrie weer. Hoe gaan we dit nu voorstellen in een reactievergelijking? Dus we zien dat N2 afneemt in de tijd, O2 neemt ook af in de tijd en NO neemt toe in de tijd. Dus de reactanten zijn N2 en O2 en de producten zijn NO. Ja? Dus N2 en O2 komen langs de ene kant, NO komt langs de andere kant van de pijl. En je ziet die getalletjes die hier staan, dat zijn de stoichiometrische coëfficiënten. Dus de stoichiometrische verhouding. Dat is dus de relatieve aantallen van reactanten en producten die verdwijnen door reactie en gevormd worden door reactie. Die worden in de reactievergelijking weergegeven door de stoichiometrische coëfficiënten. Dus die getalletjes die hier staan, die stellen niks anders voor dan de reactiestoichiometrie. Ja? Wat betekent dat nu? Ja? Dus ik heb hier nu al onze vakjes bij elkaar gezet, onze reactievergelijking geschreven en onze reactiestoichiometrie. Dus als we onze reactievergelijking kennen, dan kennen we onze reactiestoichiometrie en dan weten we dat de wijziging door reactie gedurende een bepaald tijdsinterval, dat we die kunnen schrijven als wat dat er voor de reactanten, als we dat erin zat, vermindert met wat dat er op een bepaald tijdstip in zat. Dat is het aantal mol N2 dat weggereageerd is, gedeeld door 1. Het aantal mol of het aantal moleculen zuurstofgas dat weggereageerd is, gedeeld door 1. En hier staat het aantal moleculen NO dat gevormd is door reactie, gedeeld door 2. Dus voor T1 tot T2 kunnen we dat analoge opschrijven en we kunnen nu ook kijken wat gebeurt er van 0 tot T2. Dus over het volledige tijdsverloop kunnen we dat ook doen. Je ziet, als je nu dat uitrekent, ja, dan zie je dat je voor alle verbindingen die er in uw reactiemengsel zitten, komt je hetzelfde getal uit. Ja?
altijd, op ieder moment in de tijd, komt je altijd voor alle zaken die in het reactiemengsel zitten, komt je dezelfde waarde. Ja? Natuurlijk, je ziet hè, van dat, af, dat de, het getal zelf, de waarde van dat getal, hangt natuurlijk af van het tijdstip waarop dat je gaat kijken. Waarom is dat? Omdat natuurlijk de samenstelling verandert met de tijd. Dus het getal dat je gaat uitkomen, gaat ook veranderen met de tijd. Ja? Dus we kunnen op het even welk tijdstip onze hoeveelheid van moleculen die er verdwenen zijn door reactie of gevormd worden door reactie, delen door de stoichiometrische coëfficiënt in de reactie. Ja? En als we dat dus doen, dan kunnen we op ieder moment in de tijd de samenstelling van het reactiemengsel schrijven. Hè? Dus dit is het aantal in het reactiemengsel op elk moment in de tijd. En we kunnen dat schrijven dan als hetgeen dat er in het begin in zat. Dus het initiële aantal met een wijziging van het aantal door reactie. Ja? Dus dat aantal door reactie, dat is wat er hier dan in een teller gaat staan. Je ziet, voor de reactanten is die wijziging negatief. Waarom? Omdat de reactanten verdwijnen. Voor de producten is die wijziging positief. Waarom? Omdat er producten bijkomen. Ja? Oké, dus algemeen, als je een chemische reactievergelijking hebt, dan zijn die kleine lettertjes die er hiervoor staan, dat zijn de kleine a, b, c en d, dat zijn dan de stoichiometrische coëfficiënten. Je kunt dan altijd de reactiestoichiometrie schrijven als het aantal mol, hè, je weet dat je voor aantal atomen mocht schrijven, of aantal moleculen mocht schrijven, mocht je ook altijd voor aantallen mol schrijven. Hè. Ja? Dus het aantal mol A dat weggereageerd is gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, is het aantal mol B dat weggereageerd is gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, en is het aantal mol C dat gevormd is door reactie gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, idem voor het aantal mol van het product D dat er gevormd is door reactie. Ja? Dus uw reactiestoichiometrie die geeft eigenlijk weer dat het aantal mol reactanten en producten dat er verbruikt of gevormd wordt in een chemische reactie, dat zijn niet om het even welke willekeurige getallen, maar die hangen samen met elkaar. Ja? En de manier waarop dat die met elkaar samenhangen, dat is door de reactiestoichiometrie. Ja? Dus dat betekent dat als er hier een bepaald aantal mol A verdwijnt, dat dat altijd gaat gepaard gaan met de verdwijning samen van een gegeven aantal mol B. En als die twee aantallen molen verdwijnen uit het reactiemengsel, dan komt daar een welbepaald aantal mol C en D bij in dat reactiemengsel. Ja? Oké, dus we hebben onze reactievergelijking, onze stoichiometrische coëfficiënten, kunnen we onze reactiestoichiometrie schrijven. En als je die kent, dan kun je de samenstelling van je reactiemengsel op ieder moment in de tijd schrijven. Als voor de reactanten wat er initieel was, vermindert met het aantal mol dat er weg is. En voor de producten, het aantal mol dat er initieel was, plus hetgeen dat erbij gevormd is door reactie. Ja? Dus op ieder moment in de tijd is het aantal mol van iedereen in het reactiemengsel hetgeen dat er in het begin in zat en een wijziging als gevolg van reactie. Voor de reactanten is die wijziging negatief, want de reactanten verminderen. Voor de producten is die positief, want de producten vermeerderen. Ja, oké.
Als je dat nu weet, dan weet je, hè, kunt je stoichiometrische berekeningen doen, zoals men dat noemt. Hè? Dus reactiestoichiometrie. Ik ga hier eigenlijk gewoon een keer snel overgaan, omdat je, om nog een aantal zaken niet erop te frissen. Hè? Ja? Dus stel dat we de reactie zouden doen voor waarbij dan we ammoniak vormen uit stikstofgas en waterstofgas. Ja? Dus we gaan in een vatje dingen samen doen. Na een bepaalde tijd gaan we kijken en we gaan zien is dat de hoeveelheid stikstofgas en waterstof gaan afnemen in de tijd en ammoniak gaat toenemen in de tijd. Ja? Je ziet, de stoichiometrische coëfficiënten zijn 1, en dat schrijven we niet expliciet, 3 en 2. Ja? Dus we kunnen onze reactiestoichiometrie neerschrijven. Ik heb dat hier gedaan. En stel, en onze stoichiometrische verhouding van reactanten, dat is de verhouding van het aantal mol waterstofgas tot het aantal mol zuurstofgas dat verdwijnt, dat is 3-1. Hè? Dat is gewoon onze reactiestoichiometrie een beetje anders geschreven. Dit noemt men de stoichiometrische verhouding van de reactanten. Ja? Stel nu dat men in een vatje stikstofgas en waterstofgas mengen, precies in die stoichiometrische verhouding. Ja? Dus het aantal mol stikstofgas dat men in dat vatje steken is 3. Het aantal mol waterstofgas dat men in dat vatje steken is 9. Ja? Je ziet dus, als we ons initieel aantal mol delen door onze stoichiometrische coëfficiënt, dan hebben we 3-1. Als we dat voor waterstofgas ook doen, dan hebben we 3-1. Ja? Oké, als we dan de verhouding van onze initiële aantallen mol nemen, dan hebben we 3-1. 9 gedeeld door 3 is 3-1. En dat is precies gelijk aan de stoichiometrische verhouding. Wat betekent dat? Dat betekent dat mijn waterstofgas en stikstofgas aanwezig zijn in stoichiometrische hoeveelheden. En wat betekent dat nu weer? Dat betekent dat bij maximaal mogelijke omzetting, dus als alles dat weg kan reageren, dus als alle reactanten omgezet worden in producten, ja, dan hebben we na reactie alle reactanten volledig verbruikt. Dus als je reactanten en producten mengt in stoichiometrische hoeveelheden en je hebt maximaal mogelijke omzetting, dus alles weg, dan houd je alleen producten over en geen reactanten meer. Stel nu dat we die mengen, stikstofgas en waterstofgas, in andere hoeveelheden. Dus bijvoorbeeld, nu steken we 5 mol stikstofgas samen in een vatje met 9 mol waterstofgas. Als we dan onze verhouding van de initiële aantallen mol berekenen, dan hebben we 9 gedeeld door 5. Dat is kleiner dan onze stoichiometrische verhouding van 3-1. Wat betekent dat? Dat betekent dat waterstofgas in ondermaat aanwezig is en stikstofgas is in overmaat aanwezig. Als we nu alles dat kan wegreageren, laten wegreageren, dan zie je dat we na reactie eigenlijk nog stikstofgas overhouden en dat alleen waterstofgas, dus het reactant in ondermaat, volledig verbruikt is. Ja, dus we hebben, als we de reactanten mengen in stoichiometrische hoeveelheden, dus als het aantal mol A dat we initieel in het vatje brengen, gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, gelijk is aan het aantal mol B dat men in dat vatje brengt, gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, dan zijn de reactanten aanwezig in stoichiometrische hoeveelheden, zoals we dat noemen. Ja? Als die verhouding, dus als deze verhouding hier staat, die twee verhoudingen gelijk zijn aan elkaar, stoichiometrische hoeveelheden. Als de eerste term
groter is dan de tweede term, dan is A in overmaat en B in ondermaat. En dan gaat de hoeveelheid B die erin zit bepalen hoeveel dat je maximaal kan vormen. Men noemt dan B het limiterend reagens. In het omgekeerde geval is A in ondermaat en B in overmaat. En dan gaat de hoeveelheid A die in een potje zit bepalen hoeveel product dat je maximaal kan vormen. En dan is A het limiterend reagens. Ja? Dus onthoud. Dat is een gemakkelijk trucje om dat te weten. Oké. Je weet, we hebben tot nu toe gewerkt met aantallen mol, maar je weet dat als je dus met oplossingen werkt, dat je dus ook veel met concentraties werkt en niet zozeer met aantallen mol. En een concentratie is een aantal mol gedeeld door een volume. Je ziet, als we hier nu ons aantallen mol vervangen door concentraties, hè, dus gedeeld door V, dan staat er dus, als we links iedereen delen door V, ja, dan staat er eigenlijk in de teller concentraties. Hè? Dus je kunt die reactiestoichiometrie ook uitschrijven voor concentraties. En dan kun je natuurlijk de concentratie op ieder moment in de tijd schrijven als de initiële concentratie, dus met het nulletje, en een concentratiewijziging als gevolg van reactie. Ja? He? Je weet ook dat er ook dikwijls gewerkt wordt met massa's. He? Dus want meestal wegen we iets af en gieten we dat bij elkaar. He? Hebben we grammen die we bij elkaar doen. Maar grammen reageren niet met grammen. Molen reageren met molen. Ja? Dus dat betekent, als we nu iets willen zeggen over onze massa's, het aantal mol, dat is een massa gedeeld door een molaire massa. Je ziet, als we nu iedereen delen door zijn eigen molaire massa, ja, dan kunnen we dus schrijven dat de massa van A, die er op ieder moment in de tijd in zit, de initiële massa is, verminderd met de massa die er weggereageerd is, gedeeld door de stoichiometrische coëfficiënt maal de betrokken molaire massa. Ja? Dus dit zijn de massa's op ieder moment in de tijd. Dit zijn de massa's die er in het begin in zaten. En dan is dit blokje hier, ja, de massawijziging als gevolg van reactie. Ja? Dus je ziet, als je je reactievergelijking kent, hè, met uiteraard de correcte stoichiometrische coëfficiënten, dan kent je uw reactiestoichiometrie en op basis daarvan kunt je dan, hè, het aantal mol van iedereen die erin zit in, uitrekenen in functie van de tijd. Je kunt het aantal, de concentratie van iedereen die erin in zit uitrekenen als functie van de tijd of je kunt dat in massa's doen. Ja? Hè? Dus dat was een korte opfrissing. Oké? Dan gaan we nu een keer kijken naar een aantal typische chemische reacties. Dus wat we nu gezien hebben, dat geldt voor alles. Voor, om het even, welke chemische reactie geldt dat? Ja? Maar uiteraard, je weet ook, hè, dat men de gewoonte heeft van zo'n speciale gevalletjes apart een keer te gaan bekijken. Waarom? Omdat daar dan iets specifieks kan nog meer bijgezegd worden. En dat gaan we nu niet doen. En in jullie cursus staat er dus een tabel met de verschillende types reactie die we gaan tegenkomen in de cursus. Ja? De vorming, en je moet dat hier maar een keer kijken, we gaan nu een keer de ionisatiereactie van een zuur, dat hebben we vorige week gezien. De protoneringsreactie van een base, dat hebben we ook vorige week gezien. En we gaan hier nu een keer naar een aantal zaken kijken, gewoon om niet te illustreren wat de karakteristieken zijn. Maar je moet dat goed kennen, hè? Je moet dat goed weten. Nu, we gaan een keer beginnen met de eerste die hier staat. En dat is een belangrijke reactie.
En waarom is dat belangrijk? Dat gaat je pas volgend semester ondervinden, waarom dat, dat belangrijk is. Maar de vormingsreactie, dat moet je goed onthouden, dat is de vorming van 1 mol van de verbinding uit de samenstellende elementen. De synthesereactie, dat is de vorming van de verbinding. Laat ons een keer kijken wat dat, dat is. Bijvoorbeeld voor ammoniak. De vormingsreactie van de ammoniak is die reactie waarbij 1 mol ammoniakgas gevormd wordt uit stikstofgas en waterstofgas. Dat zijn de samenstellende elementen. Je ziet, bij definitie wordt er in de vormingsreactie 1 mol gevormd. Dus de stoichiometrische coëfficiënt van uw reactant is van uw product is altijd 1, bij definitie. Dat betekent dat de vormingsreactie eigenlijk de enige uitzondering is op de conventie dat uw stoichiometrische getallen de kleinst mogelijke gehele stoichiometrische getallen moeten zijn. Ja? Onthoud dat goed, dat is zeer belangrijk. En het belang daarvan gaat je dus volgend semester aan de lijve ondervinden. De synthesereactie is gewoon de vormingsreactie uit de samenstellende elementen. Hè? Dus, maar dan geschreven met de kleinst mogelijke gehele getallen als stoichiometrische coëfficiënt. Je ziet het verschil tussen de vormingsreactie en de synthesereactie. Ja, dat zijn gewoon het feit dat er in de vormingsreactie bij definitie voor je product 1 als stoichiometrische coëfficiënt moet staan. Ja? De samenstellende elementen zijn natuurlijk stikstof en waterstof. En stikstof en waterstof, de elementen, komen voor als N2 en H2. Ja? Dus de ontbindingsreactie, dat is dan het omgekeerde van de synthesereactie. Een verbrandingsreactie, dat is een reactie met zuurstofgas. Als je een koolwaterstof verbrandt, waar dat koolstof en waterstof in zit, alleen vormt je CO2 en water. Als er koolstof, waterstof en zuurstof in zit, vormt je ook CO2 en water. Als er koolstof, waterstof en stikstof in zit, dan vormt je CO2, water en stikstofgas. Als er koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof is, vormt je CO2, water en stikstofgas. Ja? Oké? Okay. En een gasfasereactie, dat is waarbij dat iedereen gassen zit. Ja? Dus dat zijn zo'n beetje de definities. Nu gaan we een keer kijken naar 2 andere types reacties. Dus de gasfasereacties, daar gaan we zelfs het volgende uur nog op terugkomen. Nu gaan we een keer kijken naar de 2 andere soorten reacties die we nog niks over gezegd hebben. En dat zijn neerslagreacties en dan zelfs redoxreacties. Ja? Dus eerst de neerslagreacties. Een neerslagreactie, dat is een reactie waarbij een neerslag gevormd wordt. Logisch, hè? Ja? Dus stel even, we gieten 2 oplossingen bij elkaar. We hebben dus hier een oplossing van kaliumjodide in water, die we gieten bij hier in de beker, een oplossing van natriumchloride in water. Ja? Je ziet, giet, en je ziet niks gebeuren. Je ziet hier geen neerslag gevormd worden. Dus hier gebeurt geen neerslagreactie. Stel nu dat we een oplossing van kaliumjodide in water, hier, een oplossing kaliumjodide in water, voegen bij een oplossing van loodnitraat in water, ziet, wordt er hier iets gevormd dat naar de bodem zakt, dat in een vaste stof die naar beneden zakt, dat is een neerslag. Ja? Hoe kun je nu weten wanneer dat je 2 oplossingen mengt, of dat je een neerslag gaat krijgen of niet. Ja? Dus we gaan dat een keer bekijken. Dus wat mengen we?
We mengen kaliumjodide in water en natriumchloride in water. Dus onze reactante is die oplossing van kaliumjodide in water. Zie je hier? AQ. En van natriumchloride in water. Oké? Wat weten we? We weten dat dit zijn ionaire verbindingen die opgelost zijn in water. Dus eigenlijk zwemmen daar in die ene oplossing kaliumionen en jodideanionen rond. En in die andere oplossing zwemmen natriumionen en chloride-anionen rond. Ja? Die twee gieten we nu samen. Dat betekent dat na samengieten in die oplossing, als ze samengegoten is, komen al die ionen tezamen. Ja? Wat kan er dan gebeuren? Dus we hebben van kaliumjodide kaliumionen en jodideionen en van natriumchloride natriumionen en chloorionen. Als we die nu samenbrengen, wat kan er gebeuren? Jawel, de kalium en de chloor kunnen kaliumchloride vormen en de natrium en de jodium kunnen natriumjodide vormen. Ja? Dus kaliumchloride en natriumjodide zijn reactieproducten. Ja? Als we nu niet goed kijken naar deze twee ionaire verbindingen, dan zijn die alle twee oplosbaar. Wat betekent dat? Dat betekent dat in die resulterende oplossing al die ionen gewoonweg blijven rondzwemmen. Ja? Dus je ziet dat er hier langs deze kant van de pijl staat er precies hetzelfde als langs de andere kant van de pijl. Dus met andere woorden gezegd, netto gebeurt er niets. Waarom? Omdat iedereen blijft rondzwemmen. Dus als we hier kijken, hebben we hier kaliumionen en jodideanionen. Dat gieten we bij een oplossing waarin dat er eerst alleen natriumionen en chloride-ionen rondzwommen. Ja? Nu gieten we ze samen. En in deze pot dan, als dat samenkomt, blijft iedereen mooi netjes rondzwemmen. Dus er wordt geen neerslag gevonden. Als we dan nu datzelfde gaan bekijken bij kaliumjodide mengen met loodnitraat. Ja? Dus wat hebben we nu gezien? Er gaat een neerslag gevormd worden. Hoe kunnen we dat weten? Jawel, onze twee oplossingen, daarin zwemmen dus de ionen weer rond. Hè? Dus als we die oplossingen samengieten, gaan die vier ionen weer samenkomen. Van onze kaliumjodide hebben we kaliumionen en jodideanionen. Van onze loodnitraat hebben we loodionen en nitraatanionen. Wat zijn nieuwe combinaties die mogelijk zijn? Kaliumionen en nitraatanionen kunnen kaliumnitraat vormen. En loodionen en jodideanionen kunnen loodjodide vormen. Dus mogelijke producten, loodjodide en kaliumnitraat. Als we nu kijken, dan is kaliumnitraat oplosbaar, maar loodjodide is onoplosbaar. Dus dat betekent dat de loodionen en de jodideanionen, wanneer dat die samenkomen, dat die gaan neerslaan onder de vorm van loodjodide. En dat betekent dat we een neerslagreactie hebben. Hoe weten we dat dit niet oplosbaar is? Omdat we dat vorige week gezien hebben. Ja? Alle verbindingen die in bijlage 4 staan, als ik mij nu van nummer niet vergis, zijn onoplosbaar. Ja? Oké? Bon. Dus we mengen nu een oplossing van kaliumionen en jodideanionen, waarbij dat iedereen rondzwemt, met een oplossing waarbij dat er loodionen en nitraatanionen rondzwemmen. Als die loodionen en die jodideanionen elkaar hier samenkomen, gaan die samen ingebouwd worden in het kristalrooster. En dat gaat, vermits dat dat niet oplosbaar is, gaat als vaste stof neerslaan. En je ziet, dat is dat gele dat je hier ziet. Oké? Ja? Bon. Nu, hoe kun je dat nu opschrijven? Ja? Wel, we kunnen doen alsof dat die ionaire verbindingen moleculen zouden zijn. Dus alsof de formule-eenheden moleculen zouden zijn. En dan noemt men dat de moleculaire reactievergelijking. Dus met andere woorden, wat gaat het doen? Eigenlijk de
de empirische formule-eenheid met AQ'tjes schrijven, ja, voor de oplosbare. En voor de onoplosbare ionaire verbindingen wordt dat dan een V'tje. Zilverchloride is ook niet oplosbaar. Dus met andere woorden, je gaat niet expliciet die gehydrateerde ionen apart schrijven. Dat noemt men de moleculaire reactievergelijking. Als je de ionaire reactievergelijking neerschrijft, dus al die ionen die rondzwemmen in de oplossing expliciet apart schrijft, dan noem je dat de ionaire reactievergelijking. Maar je ziet nu dat nitraatanionen en natriumionen, die komen links en rechts van de reactiepijl voor. Die zitten er dus bij voor pietsnot. Ja? Dus dat betekent dat we dus eigenlijk... Ja, die zitten erbij en die kijken ernaar. Dat noemt men spectatorion. Dus die mocht je eigenlijk ook weglaten uit je ionaire reactievergelijking. En dan heb je dus de netto-ionaire reactievergelijking. En wat is dat dan? Zilverionen en chloride-anionen vormen zilverchloride-neerslag. Ja, vaste stof. Thomas, die tabel met die onoplosbare producten, er staat een kwalitatieve tabel in uw cursus in hoofdstuk 2. En in bijlage 4, denk ik dat is, staat er een lijst met alle verbindingen die niet oplosbaar zijn. En als het een ander is en ze is niet oplosbaar, ga ik het u zeggen. Ja? Oké, dus voor die reactievergelijking te schrijven, zijn die spectatorionen niet belangrijk. Maar voor stoichiometrische berekeningen uit te voeren wel natuurlijk. Hé, waarom is dat? Wel, omdat je hier de kationen... Dus je kunt nooit een anion op zijn eentje binnenbrengen. Dat gaat niet. Er zit altijd een kation bij. Dus als je dat chloride-anion met natriumchloride binnenbrengt, ja, dan heb je natuurlijk 1 mol natrium en 1 mol chloor binnengebracht. Als je dat binnenbrengt met koperchloride, ja, als je 1 mol koperchloride binnenbrengt, heb je 2 mol chloride-anionen binnengebracht. He? Dus, opletten. Bon. En dan gaan we nu een keer naar redoxreacties kijken. En ik ga eigenlijk hier... een aantal zaken laten tonen die je echt goed in je koker moet hebben. Ja? Oké. Dus een redoxreactie, zoals de naam het zegt, is eigenlijk een reactie waarbij dat er elektronen getransfereerd worden van de ene reactiepartner naar de andere reactiepartner. Dus bijvoorbeeld A staat elektronen af. A geeft een elektron af. B plus pikt dat elektron op. Ja? A wordt daarbij omgezet tot A plus. En B plus wordt daarbij omgezet tot B. Ja? Dus er is een uitwisseling van elektronen. En dat betekent dus dat er ene is die elektronen afgeeft. En ene die die elektronen opneemt. Ja? Degene die de elektronen afneemt, die wordt geoxideerd. En degene die de elektronen opneemt, die wordt gereduceerd. Dus een redoxreactie gebeurt een oxidatie en een reductie. En die twee die gaan altijd samen. Ja? Want als er een elektron ergens verschijnt, dan gaat dat elektron ook terug moeten verdwijnen en verbruikt worden. Vandaar redox. En een oxidatie is dus niks anders dan een productie van elektronen. En een reductie is niks anders dan een verbruik van elektronen. Ja? Dus stel bijvoorbeeld dat we zo'n ijzeren staaf in een oplossing van kopersulfaat steken. Ja? Dus de oplossing van kopersulfaat, je weet, daar zwemmen koperionen en sulfaatanionen voor. Rond dat zie blauw. Hoe komt dat dat blauw ziet? Omdat gehydrateerde koperionen blauw gekleurd zijn.
Ja? Wat gaat er hier gebeuren? Als we inzoomen op dat grensvlak tussen die ijzeren staaf en dat water, dan zie je aan dat oppervlak van die ijzeren staaf zitten ijzeratomen. Aan dat grensvlak van die oplossing, daar zweven koper 2 ionen. Ja? Een van die ijzeratomen die er hier zit, gaat 2 elektronen afstaan aan dat koper 2+, die dat natuurlijk gaat opnemen. Wat gebeurt er? Dat ijzer dat hier zat, wordt door dat 2 elektronen afstaat ijzer 2+. En die koper 2+, die hier zat, die neemt die 2 elektronen op en wordt een koperatoom dat zich gaat afzetten op het oppervlak van die ijzeren staaf. Ja? Dus we hebben ijzer, koper 2+, ionen en sulfaatanionen die hier rondzwemmen. Ons ijzer gaat 2 elektronen afstaan en ijzer 2+ worden. Die 2 elektronen die worden opgenomen door de koper 2+, en dat wordt metallisch koper. Ja? Oké? Okay. Dus we hebben de oxidatiekant van ons verhaal, waarbij dat ijzer 2 elektronen afstaat en ijzer 2+ wordt. We hebben de reductiekant van ons verhaal, waarbij dat koper 2+ 2 elektronen opneemt en koper wordt. Ja? Dus ijzer wordt geoxideerd en koper 2+ wordt gereduceerd. Je ziet dat ijzer en ijzer 2+ eigenlijk samenhangen. En koper 2+ en koper hangen ook samen. Men noemt dat een redoxkoppeltje. Ja? Dus ijzer 2+ en ijzer vormen een redoxkoppel. En koper 2+ en koper vormen ook een redoxkoppel. Ja? Dus een redoxkoppel schrijf je altijd eerst het oxidans en dan het reductans. En wat is het oxidans? Dat is hetgene dat geoxideerd wordt. En het reductans is datgene dat gereduceerd wordt. Ja? Senne, ijzersulfaat is oplosbaar, dus die gaan gewoon blijven rondzwemmen in de oplossing. Ja? Oké. En dan gaan we het nu hebben hoe dat je die reacties, die redoxreacties in evenwicht moet brengen. En een redoxreactie is een gewone reactie. Er is niks speciaal aan. Dus in principe kun je dat ook doen met die algebraïsche methode die we daar straks gezien hebben. Hè? Ja? Precies op dezelfde manier. Wat is nu het speciale van redoxreacties? Dat is dat die typisch opgegeven worden in een vorm waarbij dat niet alle informatie meegegeven wordt. Dus waarbij dat er bijvoorbeeld alleen maar één soort ionen vermeld worden en de andere soort niet. We gaan hier een voorbeeldje zien. Ja? Dus je hebt een oplossing van kobaltchloride in water. Die reageert met een oplossing van peroxide anionen in water, waarbij een oplossing van kobalt 3 hydroxide gevormd wordt en chloride anion. Ja? Dus in principe kun je dus een redoxreactie in evenwicht brengen met de gewone algebraïsche methode. We gaan dat hier nu een keer proberen en ik ga je illustreren wat dat hier het probleem is met redoxreacties. Ja? Dus onze A, B bij de reactanten, X en Y bij de producten en onze atoombalansen opschrijven. Ja? We hebben nu kobalt, chloor, waterstof en zuurstof, ja, atomen. En nu gaan we onze atoombalansen opschrijven. Dus A moet gelijk zijn aan X. 2A moet gelijk zijn aan Y. Dan hebben we voor B, dus voor zuurstof, 2B moet gelijk zijn aan 3X. En voor waterstof, B
moet gelijk zijn aan 3x. Kijk, nu een keer we dat. En de ladingen links en rechts moeten ook kloppen. We hebben dan ook een ladingsbalans nodig. En hier moet 1 negatieve lading b keer moet gelijk zijn aan 1 negatieve lading i keer. Dus min b moet gelijk zijn aan min i. Kijk nu niet hoe we dat hier staat. Dat kan niet, maar. Dat kan niet. Hoe komt dat dat dan nu kwatsch oplevert? Jawel, omdat we die methode niet kunnen gebruiken, omdat we niet alle informatie hebben. We weten dus niet met welke kationen dat die hydroxides hier binnen die waterstofperoxide anionen hier binnengebracht zijn. En we weten dus ook niet wat er hier allemaal nog van kationen rondzwemt. Want dat wordt ons niet verteld, dat weten we niet. Dus dit kunnen we niet gebruiken. Dat moet betekenen dat we iets anders moeten kunnen doen. Ja? En wat moeten we dan kunnen doen? Om die op een andere manier in evenwicht te brengen. En de enige methode die je gaat gebruiken, is degene die ik u nu ga zeggen. Ja? Ik ga je direct bijzeggen waarom dat ik wil dat je dit gebruikt en niks anders. Ja? Ik weet dat er in de middelbare een variëteit van methoden circuleert om die reacties in evenwicht te brengen. Sommige van die methoden werken voor bepaalde reacties en voor andere niet. Ja? Wat ik u ga vertellen, werkt voor alle reacties. Ja? Dus, als ik u op het examen of op de niet-periodegebonden evaluatie een reactie geef, dan moet ik er zeker van zijn dat je die kunt in evenwicht brengen. Ja? Oké. Okay. En ik ben er zeker van dat je dat kunt als je deze methode volgt. Dus dit is de enige die je volgt. Oké? Okay? Ja. Luca, ja, natuurlijk waren die gewoon spectatorionen, maar stel je nu niet ervoor dat je dit hier binnenbrengt onder de vorm van calcium 2+, daarbij als tegenion, ja, dan zitten er 2 keren zoveel in als dat er 3 hier staat. Hè. Zie je het? Want dan gaat er hier staan COCl2 plus 2 keer dat plus calcium plus geeft 2 keer dat plus calcium plus. En dan gaat je geen rariteiten hebben. Maar hier heb je nog hydroxide-ionen die rondzwemmen ook. Hè? Ja? Ja, oké. Okay. Dus de methode die we gaan gebruiken is de ALF-reactiemethode. En die gaat ervan uit dat je je redoxreactie kunt opsplitsen in 2 stukken. Of 2 ALF-reacties. Ja? Het ene deel of de ene ALF-reactie is dan de oxidatie. Het andere deel of de reductie-ALF-reactie is dan de reductie. Ja? Ieder van die ALF-reacties breng je dan afzonderlijk in evenwicht. En dan worden de 2 ALF-reacties samengeteld om tenslotte je reactievergelijking in evenwicht te krijgen. Ja? Ik ga dat nu een keer voordoen. Dus de procedure staat hier beschreven. Hè? Dus je kunt die vinden in je cursus. Nu, ik ga je tonen hoe dat werkt. Hè? Maar je ziet, de eerste stap is identificeer en schrijf de 2 ALF-reacties. Dat eerste stap is de stap waar dat de studenten allemaal bijna mee sukkelen. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet gewoon kijken. Ja? Dus de eerste stap hier is het struikelblok van deze methode. Voor vele studenten. Dus ik ga nu een keer tonen hoe dat je
dat struikelblok kunt omzeilen. Oké? Mooi. We gaan eraan beginnen. Boom. Dus de opgave bij oplossen van vast arsen sulfide in een waterige oplossing van kaliumchloraat wordt arsenzuur, kaliumsulfaat en kaliumchloride gevormd. Ja? Dus we gieten er iets bij in water, dus die dingen hier, arsenzuur, kaliumsulfaat en kaliumchloride, die gaan in water rondzwemmen. Hè? Ja? Dus we moeten dat in evenwicht brengen. De eerste stap is dat we die twee alfreacties moeten gaan bepalen. Dat betekent dus dat we twee keren een reactant en een product gaan moeten hebben. Ja? Oké? Gouden raad van Tante Kaat. Lees uw opgave. Ja? We gaan dat nu doen. Boom. Wat zien we in onze opgave? De eerste zin. Bij oplossen van vast arsensulfide in een waterige oplossing van kaliumchloraat. Dus dat zijn onze reactanten. We hebben dus een reactant nummer 1 en een reactant nummer 2. Vast arsensulfide en een waterige oplossing van kaliumchloraat. Ja? Oké. Okay. Goed. We lezen verder. Wordt gevormd. Dat zijn dus de producten. Arsenzuur, kaliumsulfaat en kaliumchloride. En dat zit in een waterige oplossing. Dus welke producten worden er gevormd? Arsenzuur en kaliumsulfaat en kaliumchloride in water. Ja? Oké. Okay. Wat we nu moeten doen, is een reactant met een product combineren. En we moeten dat twee keren doen. Want we moeten een oxidatiestuk hebben en we moeten een reductiestuk hebben. We moeten twee reacties hebben. Ja? En voor die twee reacties moeten telkens een reactant en een product hebben. Ja? We hebben twee reactanten. Deze. Ja? Nu gaan we een keer kijken wie dat die reactanten zijn. We hebben vast arsensulfide. Dat is een covalente verbinding, want dat zijn een combinatie van niet-metaalatomen. Dus hier komt geen ion aan te pas. Ja? We hebben een waterige oplossing van kaliumchloraat. Kaliumchloraat is een ionaire verbinding. In water betekent dat dan we gehydrateerde kaliumionen en chloraationen hebben. Wie zijn onze producten? We hebben arsenzuur, dat is een zwak zuur. Dus in water komt dat zwak zuur voornamelijk voor onder de vorm van moleculen. Dat hebben we vorige week gezien. Ja? Kaliumsulfaat is een ionaire verbinding, dus dat geeft gehydrateerde kaliumionen en sulfaatanionen. Kaliumchloride geeft gehydrateerde kaliumionen en chloridanionen. Ja? Dus dit zijn onze reactanten, dat zijn onze producten. Ja? Die moeten we nu verdelen over twee reactievergelijkingen. Dus we gaan een keer kijken. Vergelijken onze reactanten met onze producten. En je ziet, hier hebben we bij onze reactanten gehydrateerde kaliumionen en bij onze producten komen die terug. Dus die mogen we gewoon al laten vallen uit ons verhaal. Ja? Oké, okay, wat dan? We kijken naar ons reactant arsensulfide. Arsen zit erin. Ja, dus dat betekent dat waarbij dit reactant is, gaat er in een product ook arsen moeten zitten. Hè? Waar zit arsen in de producten? Arsenzuur. Hier. Hier zit ook zwavel in. Waar zit zwavel bij de producten? In onze sulfaatanionen. Ja, dus
Arseensulfide als reactant kunnen we combineren met arseenzuur en sulfaatanionen. Ons ander verhaal. Deze moeten we niet doen, dat is de chloraatanionen, die bevatten chloor. Waar komt die chloor bij de producten in de chloride-anionen? Dus de chloraatanionen als reactant kunnen we combineren met de chloride-anionen. Wat zijn dus onze twee alfreacties? Chloraat geeft chloride. En arseensulfide geeft arseenzuur en zwavel. En sulfaat. Ja? Oké. Goed. Nu moeten we die alle twee in evenwicht brengen. En nu moet je echt, like als een computer, stap per stap letterlijk volgen. Ja? Het eerste dat we gaan doen is, we brengen de twee reacties in evenwicht voor alle atomen, behalve voor zuurstof en waterstof. Voor chloor hier in evenwicht. Hier hebben we twee arsenen, hier maar ene. Dus hier moeten we een tweeke voor zetten. En hier hebben we drie zwavels en hier ene. Dus hier zouden we dan een drieke moeten voor zetten. Ja? Oké. Nu is iedereen in evenwicht. Voor atomen behalve zuurstof en waterstof. Ja? Oké. Nu moeten we in evenwicht brengen voor zuurstof. Door toevoegen van watermoleculen langs de kant waar dat er zuurstofatomen tekort zijn. In onze eerste vergelijking zijn er hier zuurstoffen tekort, namelijk drie. Dus hier voegen we drie waters bij. In de tweede vergelijking zijn er langs de kant van de reactanten waters tekort. Zuurstoffen tekort, hoeveel? 20. Dus hier voegen we 20 waters bij. Ja? Dan brengen we in evenwicht voor waterstof door toevoegen van H-plussen langs die kant waar dat er H's tekort zijn. Dus hier zijn 6 H's, hier waren er geen, dus we voegen er 6 bij. Hier hebben we 40 H's en hier hadden we er maar 6, dus we voegen er 34 H-plussen bij. En dan is nu onze reactie, twee reacties in evenwicht voor alle atomen. Ja? Dan gaan we nu in evenwicht brengen voor ladingen door toevoegen van elektronen langs die kant waar dat er negatieve ladingen tekort zijn. Ja? Dus bij deze heb je 6 positieve ladingen bij de reactanten en 1 negatieve lading bij de producten. Er moeten eenzelfde aantal ladingen links en rechts zijn. Dus hier heb je 6 positieve en hier 1 negatieve. Dus dat betekent dat je hier... En hier nog 1 negatieve. Dus 5 positieve en 1 negatieve. Dus dat betekent dat je hier 6 elektronen tekort hebt. Bij onze andere hebben we hier 34 plus en 6 min. Dus hier niks. Dus moeten we er 28 elektronen bijtellen. Ja? En dan zijn nu onze alfreacties in evenwicht voor atomen en voor lading. Je ziet, bij onze eerste reactie staan de elektronen bij de reactanten. Dat betekent dat daar elektronen verbruikt worden. Dus dat is de reductie-alfreactie. De stoichiometrie van de reductie-alfreactie, die kunnen we opschrijven. Dat staat hier. En je ziet dus dat de reductie van 1 mol chloraationen 6 mol elektronen verbruikt. Ja? Bij onze andere reactie staan de elektronen bij de producten. Dat is dus de oxidatie-alfreactie. En daarbij worden er 28 elektronen geproduceerd. We kunnen dus de stoichiometrie van de oxidatie-alfreactie opschrijven. En je ziet dat er voor oxidatie van 1 mol arseensulfide worden er 28 elektronen geproduceerd. Ja? Nu hebben we dat alle twee apart gedaan, maar die twee gaan natuurlijk tezamen door. En hoe gaan we dat reflecteren? Jawel, dat betekent dat
alle elektronen die er geproduceerd worden in de oxidatie, die moeten ook verbruikt worden in de reductie. Dus dat aantal elektronen dat er hier bij de reactanten staat, moet gelijk worden aan het aantal elektronen dat er bij de producten staat. Hoe kun je dat nu het meest simpele doen? Jawel, door de eerste reactie te vermenigvuldigen met het aantal elektronen dat er in de tweede staat en de tweede reactie te vermenigvuldigen met het aantal elektronen dat er in de eerste staat. Dan zijn ze altijd correct. Ja? Oké, als je dat dan uitwerkt, dan zie je dat we deze vergelijking hier krijgen, hè, deze reactievergelijking. En nu zie je dat de links en rechts dezelfde dingen hebben. Die kun je dus schrappen. Dus deze kunnen we hier wegschrappen en dan gaan we hier H+'en overhouden. Hier kunnen we de waters wegschrappen en dan gaan we bij de reactanten waters overhouden. Ja, zoveel. Om nu correct te zijn, moeten dit de kleinst mogelijke gehele getallen zijn. Dat zijn ze niet, want je kunt alles delen door 2. Dus onze redoxreactie in evenwicht is deze. Ja, waarbij dan we alles gedeeld hebben door 2. Dan zij het best dat je dat een keer checkt. Hè? Dat heb ik in dat tabelletje gedaan. En je ziet, onze sommen kloppen. Dus we hebben ons niet misrekend. Ja? Wat hebben we dus? We hebben onze reductie-alfreactie in evenwicht. Onze oxidatie-alfreactie in evenwicht. En onze globale redoxreactie ook in evenwicht. In de reductie-alfreactie in evenwicht worden er 6 elektronen verbruikt. In de oxidatie-alfreactie in evenwicht worden er 28 elektronen verbruikt. In de globale redoxreactie worden er 84 elektronen getransfereerd. Want wat hebben we gedaan? We hebben die 6 vermenigvuldigd met 28 en dan gedeeld door 2. En dat is 84. Ja? De stoichiometrie van onze redoxreactie, die kunnen we nu ook opschrijven. En je ziet dus dat de reductie van 14 mol chloraat-ionen het verbruik vereist of de oxidatie vereist van 3 mol arseensulfide. Hier staat een foutje, dat moet een S zijn. Dat is een misser. Ja, dat moet een S zijn. Ja? Gaat het dat aanpassen op je slides? Dat moet een S zijn. Ja? Oké, dat was nu een zuur. Wat moeten we doen? Als dat nu een basismilieu zou zijn, dan mogen er geen H+'en in uw vergelijking staan. Dus we hebben onze redoxreactie in evenwicht en we zien, er staan H+'en in. Stel dat we dat nu hadden moeten doen in basismilieu, wat gaan we dan doen? Dan gaan we moeten maken dat er geen H+'en niet meer in voorkomen. Hoe gaan we dat doen? Door links en rechts van onze reactiepijl hydroxide-anion toe te voegen. Dus we gaan er hier bij onze producten 18HO- toevoegen, maar dan moeten we dat ook bij onze reactanten toevoegen, want anders is onze reactievergelijking niet meer in evenwicht voor waterstof- en zuurstofatomen. Hè? Ja? Oké, je ziet dat deze 2 samen hier 18 watermoleculen zijn eigenlijk. Dus die kunnen we schrijven als 18 watermoleculen. Dan houden we bij onze reactanten 18 OA- over. En dit is dan onze redoxreactie in evenwicht in basismilieu. Ja, zo werkt het. Wat zou er gebeuren als je een sterk zuur zou vormen? Dus we vormen hier nu een zwak zuur. Ja? Een zwak zuur komt in oplossing overwegend voor als de moleculen. Een sterk zuur komt in oplossing voor als H3O+ en de geconjugeerde base. Dus dan zou daar 3H+, stel dat daar een sterk zuur zou zijn, hè? Bijvoorbeeld zwavelzuur, dan zou daar staan SO42- en H+'en. Ja? Oké? Ja. Bon. En dan gaan we nu even pauzeren en dan gaan we na de pauze
Nikker, snel kijken naar titraties. Ik heb dat de meeste van jullie hebben dat in de middelbare ook gezien. Dus het is een keer een opfrissen. En dan gaan we twee belangrijke zaken zien, Nati. Oké? Dus ik stel voor dat we nu een minuutje of 10 pauzeren tot 10 uur en om 10 uur opnieuw beginnen. Oké? Ja? Oké, goed. Dan gaan we nu een keer kijken naar titraties. Dus in feite, je hebt dat al gezien, hè? Een titratie dat is eigenlijk een soort algemene techniek waarbij dat men de concentratie van een oplossing, dus je kent de concentratie niet, en je wilt die bepalen en je gaat dat doen door datgene dat er in de oplossing zit in reactie te brengen met iets anders. En het soort reactie dat je gaat gebruiken, dat is een snelle reactie, zodanig dat je, als je de dingen bij elkaar doet, gebeurt de reactie instantaan. En een volledige reactie. Dus dat betekent dat alles dat kan wegreageren, volledig wegreageert. Ja? En stel nu een keer dat zo'n snelle en volledige reactie, hè, dat dat voorgesteld wordt door de reactievergelijking die hier staat. Ja? Dus onze reactiestoichiometrie kunnen we nog opnoteren. Hè? Dat weten we nu hoe we dat moeten doen. En stel dus dat we een oplossing van B toevoegen aan een oplossing van A. Ja? Dus wat betekent dat? Dat betekent dat we B bij A gaan gieten, dat er een reactie gaat gebeuren en die reactie die gaat snel en volledig zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat alle A die erin zit, in het begin, gaat wegreageren. Dus het aantal mol A dat weggereageerd is, gaat gelijk zijn aan het aantal mol A dat er origineel in zat. En die aantallen mol A, die gaan natuurlijk weggereageerd zijn met een aantal mol B dat we toegevoegd hebben. Ja? Dus de bedoeling is van precies zoveel B toe te voegen als nodig is om alle A die erin zat te laten wegreageren. Dat betekent dat we bereiken wat men noemt het equivalentiepunt, hè, op het moment dat het aantal mol A dat er origineel in zat, gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt, gelijk is aan het aantal mol B dat er toegevoegd is, gedeeld door zijn stoichiometrische coëfficiënt. Dus met andere woorden gezegd, op het moment dat je een stoichiometrische hoeveelheid B toegevoegd hebt. Ja? Nu, dat equivalentiepunt, dat kun je dus proberen visualiseren door gebruik te maken van een indicator. Dat is dus iets dat van kleur verandert. Afhankelijk van welk soort titratie dat je uitvoert, gaat er natuurlijk een ander soort indicator. Oké, we gaan een keer kijken. En een typisch voorbeeld van zo'n titratie is een zuurbazentitratie. Ja? Dus bij een zuurbazentitratie maak je gebruik van wat men noemt een neutralisatiereactie. Dat is dus een reactie van een zuur met een base en dat geeft een zout. Voorbeeldjes zijn, hè, salpeterzuur reageert met bariumhydroxide voor een bariumnitraat en water. Zwavelzuur met ammoniak vormt ammoniumwaterstofsulfaat, is ook een neutralisatiereactie. HCl met methylamine vormt methylammoniumchloride, ook een neutralisatiereactie. Azijnzuur met natriumhydroxide vormt natriumacetaat en water. Je ziet, ik heb dat azijnzuur nu geschreven als HOAC. Hoe komt dat? Jawel, de structuurformule van azijnzuur, ziet je, die is hier getekend. Hè? Je herkent hier die carbonzure functie, die methylgroep. Ja?
Nu, dit stukje van de moleculen wordt ook wel een acetylgroep genoemd. En je ziet, als ik dit dus schrijf als HC, dan heb ik HOAC. En natriumacetaat is dan de acetaatgroep. Dat is dat stuk, hè, met de zuurstof erbij. En een natriumion als tegenion. Ja? En stel dat we dus een neutralisatiereactie doen. Hè? Dus we gaan de zuurbazetitratie doen van azijnzuur met natriumhydroxide. Dan gebruiken we dus die neutralisatiereactie als basis voor onze titratie uit te voeren. Onze reactiestoichiometrie, je ziet, hè, in de noemers staat er bij iedereen een eentje. Dat betekent dus dat volledige neutralisatie van 1 mol azijnzuur moet je 1 mol natriumhydroxide toevoegen. Ja? Dus we gaan de titratie doen, hè, en we gaan dus natriumhydroxide oplossing toevoegen aan een onbekende oplossing van azijnzuur. Dus de bedoeling is dat we die concentratie van dat azijnzuur gaan bepalen op basis van het volume natriumhydroxide dat we toegevoegd hebben. Tot het equivalentiepunt bereikt is. Dus hoe werkt dat beest? Dus we hebben hier in ons Erlenmeyerke een bepaald volume van een azijnzuuroplossing zitten, waarvan dan we de concentratie niet kennen. Ja? Maar hier zit dus een aantal mol azijnzuur in. Dat zit erin, in het begin. Vandaar een nulletje. Ja? Hoeveel zit er erin? Jawel, het aantal mol azijnzuur dat hierin zit, is de concentratie vermenigvuldigd met volume. En het is dus die concentratie die we willen zoeken. Ja? Hier hebben we dus fenolftaline bijgedaan. Dat is een indicator. In zuur zit die kleurloos. En in base is dat zo roosachtig. Ja? Oké, goed. Dus daarvan vertrekken we. En wat hebben we dus? We hebben hier een aantal mol azijnzuur in zitten. En dan gaan we uit een buret, dat is zo'n glazen buis met een krantje eraan. En op die glazen buis staan maatstreepjes, zodanig dat je kunt aflezen hoeveel milliliter dat je toevoegt. Dus we gaan nu uit die buret druppelsgewijs natriumhydroxide toevoegen. En we kunnen dus aflezen hoeveel volume natriumhydroxide dat we toevoegen. Natriumhydroxide dat hier in die buret zit, daarvan kennen we de concentratie. Ja? Dus via die buret gaan we dus telkens een aantal mol natriumhydroxide toevoegen. Hoeveel voegen we toe? Jawel, het volume vermenigvuldigd met de concentratie, dat is het aantal mol dat we hier gaan toevoegen. Oké? Bon, dus we gaan beginnen. Hè? En we weten dat dit onze reactiestoichiometrie is. Mooi. Dus zolang als het aantal mol natriumhydroxide dat we toegevoegd hebben kleiner blijft dan het aantal mol dat er hierin zit, is azijnzuur hier in dat potteke in overmaat. Dat betekent dat er niet gereageerd azijnzuur in zit en dat dat vooral, hè, die oplossing hier zuur blijft. Dus geen kleur. Als we nu precies stoichiometrische hoeveelheden toegevoegd hebben, ja, dan zijn ze alle twee volledig weg. Dan zit er geen natriumhydroxide niet meer in en ook geen azijnzuur. Dat is allemaal weg. Het enige dat er dan nog in rondzweeft, is natriumacetaat. Ja? Stel nu dat we dan nog meer natriumhydroxide zouden toevoegen, dan hebben we natuurlijk hier natriumhydroxide dat geen reactiepartner niet meer vindt. Dat zit er dan in overmaat in. Dan is onze oplossing basis en dat gaat dan roze worden. Ja? Dus je ziet dat precies op het equivalentiepunt is de het aantal mol natriumhydroxide dat we toegevoegd hebben gelijk aan het aantal mol azijnzuur dat er hier origineel in dat potje zat. Ja? Dan zijn ze alle twee volledig weg. Dus de bedoeling is van dat punt te detecteren. Maar we gaan alleen maar een kleur zien als er een klein beetje overmaat natriumhydroxide is. Dus wat gaan we doen? We gaan
een hoeveelheid natriumhydroxide toevoegen, zeer traag, toek, 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 tot dan we een kleine lichte roze schijn zien. Dus dat is een extra druppeltje. En dat is dus een verwaarloosd aantal mol natriumhydroxide dat er hier nu rondspat. Ja? Dus kunnen we zeggen dat voor alle praktische doeleinden dat we hier bij het equivalentiepunt zitten. En dus het aantal mol azijnzuur dat er hierin zat, is volledig weggereageerd. En dat is weggereageerd met de aantallen mol natriumhydroxide die we toegevoegd hebben. Ja? Dus, wat hebben we? Bij ons equivalentiepunt is al ons azijnzuur dat erin zat weggereageerd. Dat is weggereageerd met het toegevoegde natriumhydroxide. Ja? En op basis van onze reactiestochiometrie kunnen we dat dus zo schrijven. En je ziet dus, als we nu ons aantallen mol vervangen door product van concentratie en volume, zowel links als rechts, dat we dan onze concentratie azijnzuur daar heel gemakkelijk kunnen uit oplossen. Ja? Dus zo werkt een titratie, om het even te welk. Dit is nu mijn zuurbasereactie, maar dat kan ook mijn andere. Dus ik heb hier een voorbeeldje ingestoken, zodanig dat je dan een keer iets kunt zien met iets anders. Hè. Hier wordt de zwavelzuur. Ja, gaan we hier titreren met natriumhydroxide. Ja? En je ziet, we weten hoeveel zwavelzuur dat we hebben, namelijk 15 milliliter, maar we kennen de concentratie niet. En we weten hoeveel milliliter van een bepaalde concentratie natriumhydroxide oplossing dat we moeten toevoegen. Ja? Dus we hebben zwavelzuur en natriumhydroxide. Dus onze neutralisatiereactie is nu natriumhydroxide reageert met zwavelzuur. En zwavelzuur, al het zwavelzuur moet weg. Dus we gaan natriumsulfaat vormen. Oké. Onze reactiestochiometrie, je ziet nu hè, dat er in de noemer bij natriumhydroxide een tweetje staat en bij zwavelzuur een eentje. Dus als we nu bij ons equivalentiepunt zeggen dat al ons zwavelzuur dat erin zat weggereageerd moet zijn en dat moet weggereageerd zijn met een aantal mol natriumhydroxide dat we toegevoegd hebben, dan hebben we deze vergelijking en nu gaan we weer links en rechts ons aantal mol vervangen door concentraties en het zaakje oplossen naar de onbekende concentratie H2SO4. En dan hebben we dus onze onbekende concentratie zwavelzuur opgelost. Ja, oké. Nu, je kunt dat ook doen op basis van een redox-titratie. En dat werkt dus precies op dezelfde manier. Hè. Het enige dat we nu gaan hebben is een redox-reactie. Dat is dus ook weer een snelle reactie. Hè. En een volledige reactie. En stel dat we dus gaan bekijken de redoxreactie waarbij dat oxaalzuur reageert met permanganaatanion. Ja? Dus onze redoxreactie in evenwicht, die hebben we hier geschreven. En dan hebben we hier onze reactiestoichiometrie. Ja? Dus je ziet dat volledige oxidatie van 5 mol azijnzuur, dat vereist dus de reductie van, of het toevoegen van 2 mol permanganaatanion. Ja? Stel nu dat we de concentratie van het oxaalzuur niet kennen. En we gaan dus een permanganaatoplossing, waarvan we de concentratie kennen, toevoegen aan dat oxaalzuur. Ja? De bedoeling is nu uiteraard om die onbekende concentratie te bepalen op basis dit keer van het volume permanganaatoplossing dat er toegevoegd is tot als we het equivalentiepunt bereikt hebben. Ja? Oké. Bij het equivalentiepunt is al ons oxaalzuur dat erin zat, in het begin, volledig weggereageerd. Dat is weggereageerd met het aantal mol permanganaatanionen dat we toegevoegd hebben. Ja?
Je vult dat gewoon in je reactiestoichiometrie. En nu vervangt je dus gewoon de aantallen mollen door concentraties. En dan kun je weer die onbekende oxaalzuurconcentratie daaruit oplossen. Ja, dat is duidelijk, hè? Ja, hè? Ja, hè? Boom. En dan gaan we nu... een keer beginnen met ons volgende verhaal. En we gaan het hebben over de vorderingsgraad xi van de reactie. Ja, dus dat is xi. Zeg goeiedag tegen xi en xi is een wit koning. Ja, dat is mijn wit koning. Ja, en waarom is dat een wit koning? Jawel, omdat dat echt een wit konijn is. En nu gaat je dat wit konijn nog niet ten volle kunnen appreciëren, maar ik kan u zeggen dat je tegen het eind van het tweede semester dat konijn gaat omarmen. Ja, dus de vorderingsgraad xi van de reactie. Wat voor een beest is dat nu? Jawel, zo krul, de Griekse letter xi. Ja? Wat is dat voor een beest? Benevens een wit konijn. Ja? Dus wat is de vorderingsgraad? De vorderingsgraad, dat is één getal. En dat ene getal is een unieke maat voor de mate waarin een reactie doorgegaan is. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat getal u vertelt hoeveel keer op deeltjesniveau dat uw omzetting van reactanten in producten opgetreden is. Ja, we gaan direct zien wat ik hier nu zit te vertellen, wat dat betekent. Nu, het grote voordeel van het gebruik van die vorderingsgraad is dat je voor reactanten en producten wijzigingen in aantallen mol op een volledig uniforme manier kunt schrijven. En dat heeft weer als consequentie dat je stoichiometrische berekeningen en evenwichtsberekeningen, dat eigenlijk echt heel gemakkelijk wordt. Dus die stoichiometrische berekeningen, dat gaan we nu zien. De evenwichtsberekeningen, dat gaan we denk ik volgende week zien. Ja, laat ons nu een keer kijken wat dat beest juist betekent. Herinner u ons vatjes met stikstofgas en zuurstofgas voor en NO te vormen. Ja, en herinner u, we kunnen dus gedurende dat tijdsinterval 0 tot T1 de wijziging van ons aantallen moleculen hier van iedereen die erin zit uitschrijven. We kunnen dat doen voor het eerste tijdsinterval. We kunnen dat doen voor het tweede tijdsinterval. En je kunt dat dan ook doen over het volledige tijdsverloop van 0 tot T2. Ja, dat hadden we al gezien. En we hadden we daar straks ook gezien dat voor iedereen hetzelfde getal uitkwam. Gezien nu, tijdsinterval 1 is dat getal 2, tijdsinterval T1 tot T2, 3. En over het ganse tijdsinterval is dat de som van die 2, dat is 4. Ja, oké. Okay. Wat betekent dit nu eigenlijk? Jawel, dat cijferke 2, dat vertelt ons dat er 2 keer 1 molecule N2 en 1 molecule O2 verdwenen zijn. En dat er 2 moleculen NO in het reactiemengsel bijgekomen zijn gedurende het tijdsinterval 0 tot T1. Dat getalletje 3 vertelt ons dat het in het tijdsinterval T1 of T tot T2
er drie keer één molecule N2 en één molecule O2 verdwenen zijn en dat er twee moleculen NO in de plaats gekomen zijn. Dat vertelt ons van 0 tot T2 dat er over het ganse tijdsverloop van de reactie 5 keer één molecule N2 en één molecule O2 verdwenen zijn en twee moleculen NO bijgekomen zijn. Ja? Dus dat getalke dat hier staat, dat geeft dus aan hoeveel keer uw omzetting van reactanten, van reactanten in producten verlopen is. Dus hoeveel keer dat uw reactievergelijking doorgegaan is. Ja? Op deeltjesniveau. Je ziet dus, we konden dus ons aantallen van iedereen die erin zat schrijven als we dat er in het begin in zat, verminderd met we dat er weggereageerd was. Hè? En we dat er weggereageerd is, kunnen we dus schrijven voor de reactanten. Hè? Dat is 1 keer x, dus dat is min 1x. Voor de producten is dat min 1 keer x. En voor zuurstofgas is dat ook min 1 keer x. En ons voor product is dat 2x komt erbij. Dus we hebben ons initieel aantal mol. Hè? Een wijziging door reactie die we kunnen schrijven als het product van de stoichiometrische coëfficiënt en dat getalletje, die x. Ja? Min voor de reactanten, plus voor de producten. En nu gaan we twee definities invoeren. Ja? De ene definitie is stoichiometrisch getal nu. En de tweede definitie is vorderingsgraad xi. Het stoichiometrisch getal, dat is een getal dat dezelfde getalwaarde heeft als de stoichiometrische coëfficiënt, maar negatief is voor reactanten en positief is voor producten. En de vorderingsgraad xi is dus datgene dat we samen met het stoichiometrische getal gaan gebruiken om een uniforme uitdrukking te krijgen voor iedereen. Ja, we gaan dat een keer bekijken. Dus je ziet, als we gebruik maken van dat stoichiometrisch getal, dat is 1 min 1 maal xi, 1 min 1 stoichiometrisch getal maal xi, 2 stoichiometrisch getal plus 2 maal xi. Je ziet dat we nu onze wijziging door reactie voor iedereen eigenlijk geschreven hebben als het product van het stoichiometrisch getal en de vorderingsgraad van de reactie. Ja? Hè? Dus we kunnen samen met het stoichiometrisch getal de vorderingsgraad van de reactie gebruiken om voor iedereen die er in het reactiemengsel het aantal mol of het aantal moleculen dat erin zit, te schrijven als hetgeen dat er origineel in zat, plus het product van het stoichiometrisch getal en de vorderingsgraad van de reactie. Ja? Hoe vergemakkelijk dan nu stoichiometrische berekeningen? Jawel, dat ga ik u nu tonen. We gaan een moltabel maken. En wat is die moltabel? Dat is een tabel waarbij dan we dus voor alle reactanten en alle producten een kolom hebben. Ja? En wat gaan we in die kolommen zetten? Dus we werken hier nu met grote n'en, dus dat zijn moleculen, aantallen gewoon. Hè? En we schrijven onze reactanten en onze producten. Op de eerste rij hier, eronder, schrijven we de stoichiometrische coëfficiënten. Het rijtje eronder schrijven we het stoichiometrisch getal. Hè? Dat is hetzelfde getal, maar negatief voor de reactanten, positief voor de producten.
Dan hebben we een lijn, een rij, waarbij dan we de initiële aantallen zetten. Dus je ziet, bij ons zitten 3, 7, 8 en 9. Ja? Dan hebben we een rij waarin dan we de wijziging gaan schrijven. En we gaan de wijziging schrijven als het product van het stoichiometrisch getal en de vorderingsgraad. Voilà, dat is hier gedaan. En dan gaan we in de laatste rij het aantal moleculen dat er van iedereen in zit, schrijven, hè, als de som van deze twee rijen. Ja? Oké? Boom. Dus, moraal van het verhaal. We hebben onze reactievergelijking, de stoichiometrische coëfficiënten en onze reactiestoichiometrie. En dat x geeft dus de chemische omzetting, zoals beschreven door de reactievergelijking, hè, die is zoveel keer doorgegaan als de waarde van die x. Als we die stoichiometrische getallen gebruiken, dan kunnen we de vorderingsgraad eigenlijk schrijven, hè, op deze manier. Ja, en je ziet dat de vorderingsgraad van de reactie dan eigenlijk precies hetzelfde is. Hè? Want onze reactie is dan xi keer doorgegaan. Ja? De samenstelling van ons reactiemengsel kunnen we dan voor iedereen, zowel voor reactanten als voor producten, schrijven als we dat er in het begin in zat, plus het product van het stoichiometrisch getal en de vorderingsgraad van de reactie. Ja? Oké? We gaan nu een keer een voorbeeldje bekijken, zodanig dat je het goed weet. Hè? Oké, dus we gaan ammoniak maken uit stikstofgas en waterstofgas. We steken 8 mol stikstofgas en 20 mol waterstofgas in een reactievatje van 2 liter. En we moeten de samenstelling in mollen van dat reactiemengsel berekenen. Een keer bij de vorderingsgraad 0,5 mol, een keer bij de vorderingsgraad 3 mol. En een keer bij de vorderingsgraad xi is 6 mol. De mollen, de vorderingsgraden zijn benoemde getallen. Hè? Dus dat zijn mollen. Xi's zijn uitgedrukt in mollen. Hè? Vergeet dat niet. Oké, we gaan dat dus niet meer doen. Onze reactievergelijking. Ja? Oké, dus we gaan onze moltabel invullen. Hè? Onze reactanten, ons product. De eerste rij, de stoichiometrische coëfficiënten, 1, 3 en 2. Tweede rij, het stoichiometrisch getal, dus min 1, min 3, plus 2. Initiële aantallen mol, voor stikstof 8, voor waterstofgas 20, ammoniak niets. Het volgende rijtje gaan we onze wijziging schrijven als het product van het stoichiometrisch getal en xi. Dat is hier gedaan. Ja, en nu moeten we dus berekenen hoeveel mol dat er van iedereen in zit bij vorderingsgraad xi gelijk aan 0,5 mol. Dus dat betekent dat we de vorderingsgraad moeten bekijken als de reactie zoals ze daar geschreven is, dus 1 molecule en 2 plus 3 molecule H2 verdwenen en 2 molecule ammoniak gevormd, als dat 0,5 maal het getal van Avogadro keer gebeurd is. Ja? Dus dat is 0,5 maal 6 tot de 23ste, dat is de 3 tot de 3, maal 10 tot de 23ste keer, is er 1 molecule N2 en 3 molecule H2 verdwenen en 2 moleculen ammoniak in de plaats gekomen. Ja? Oké, dus we hebben 8, hè, dus dat is de som van deze twee lijnen. En xi is 0,5. Dus dat is 8 min 0,5. Hier is dat 20 min 3 xi, dus min 3 0,5. Hier 0 plus 2 xi, 2,5. Ja? Voor 3 mol, xi gelijk aan 3 mol. Dus nu is dat verhaal, hè, 3 maal 6... maal 10 tot de 23ste keer gebeurt. En hoeveel zit er dan van iedereen in? Ja,
8 min 3 is 5. 20 min 3 maal 3 is 11. En 0 plus 2 maal 3 is 6. Uit de opgave, Jana. En we moesten het dan ook nog een keer doen bij Xi gelijk aan 6 mol. Dus nu is dat 6 maal 6 maal 10 tot de 23ste keer doorgegaan. Ja, en wat hebben we dan nu? 8 min 6 is 2, 20 min 3 maal 6 is 2. Ja, zie je? Hè? Dus dat wordt dus zeer gemakkelijk. Oké, okay. Nog een voorbeeldje. Dus we vertrekken met hetzelfde, maar wat we nu moeten doen, is de samenstelling in mol berekenen bij de maximale vorderingsgraad. En dan moeten we inderdaad eerst weten dat de maximale vorderingsgraad Xi max is. Dus wat is dat nu weer voor een beest, Xi max? Want dat duikt hier niet plots op. Jawel, dat is maximaal mogelijke omzetting. Dus dat alles dat weg kan, weg is. Ja? Dus we hebben onze reactie stoichiometrie. De stoichiometrische verhouding van onze reactanten is 3 mol waterstofgas voor 1 mol ammoniak stikstofgas. Ja? Initieel steken we nu 8 mol stikstofgas bij 20 mol waterstofgas. En je ziet dat als we onze berekening maken met de initiële waarde, dat we voor stikstof in onze sommen een groter getal uitkomen dan voor waterstofgas. Dat betekent dat waterstofgas in ondermaat is. En dat betekent dus dat de hoeveelheid waterstof waarvan we vertrokken zijn, gaat bepalen hoeveel ammoniak dat er maximaal gaat gevormd kunnen worden. Ja? Dus dat betekent dat we onze maximale vorderingsgraad gaan bereikt hebben wanneer dat al onze waterstof weg is. Ja? Dus wanneer dat het aantal mol waterstof dat er overblijft gelijk is aan 0. En wat is het aantal mol waterstof dat er overblijft? Dat is het aantal mol dat erin zat, verminderd met 3 keer, want min 3, stoichiometrisch getal is min 3, de maximale vorderingsgraad. En de maximale vorderingsgraad is dus een derde van uw initieel aantal mol waterstofgas dat erin zit. Dat is dus 20 derde. Ja? Oké? Dus bij die vorderingsgraad moeten we nu de samenstelling van het reactiemengsel berekenen. Ja? Dus we doen hetzelfde als daar zo pas. Maar wat weten we nu nog extra? We weten extra dat al ons waterstof weg is. Ja? Dus kunnen we nu de rest hier oplossen? Hè? Want het getal, dus we moeten nu de som van die twee rijen maken. En het getal dat we moeten invullen is 20 derde. Voilà. Ja? Oké? Dus moraal van het verhaal. Je hebt een reactievergelijking in evenwicht. Kent je de stoichiometrische getallen? Kent je de stoichiometrische coëfficiënten? Kent je ook de stoichiometrische getallen? Je kent de reactiestoichiometrie. Je kunt dat schrijven op basis van die x, maar het is simpeler om die xi daarvoor te gebruiken. Hè? Je weet, dat is voor aantallen mol. Oh nee, Lucas. Nee. Je gaat dat nog wel zien. Ja. Dat is hier nu geschreven met aantallen mol, maar je weet dat je dat ook met concentraties kunt schrijven, eigenlijk. Ja? En dan maak je gebruik van Xi, mijn subscriptje C. Dat is dan de vorderingsgraad niet uitgedrukt op basis van het aantal mol, maar wel op basis van concentraties. Je kunt dat gebruiken voor reacties, je kunt dat eigenlijk voor alle reacties gebruiken, niet? Waarbij dat je concentraties hebt. Dus dat is voor reacties een oplossing en voor gassen. Hè?
Ja. Dus xi c is de gewone xi gedeeld door het volume. Ja. En de samenstelling van uw reactiemengsel kunt je dan schrijven op basis van aantal mol of op basis van concentraties. Ja? Oké? Boom. En dan gaan we ons tweede verhaal van stal halen. Het reactiequotient. Q, mijn C'tje daaronder. Ja? En wat is dat nu weer voor een beest? Eh? Dus wat is dat? Dat is een getal dat een maat geeft voor de relatieve hoeveelheid reactanten en producten die er op elk moment van de tijd aanwezig zijn in het reactiemengsel. Dus de waarde van Q geeft u dus op ieder moment in de tijd een idee over de samenstelling van het reactiemengsel. Als die Q een groot getal is, dan zitten er veel reactanten in uw reactie. Als dat een klein getal is, zitten er veel reactanten in. Als die Q een groot getal is, dan zitten er veel producten en weinig reactanten in uw reactiemengsel. Ja? Die waarde van Q geeft ook een idee hoe ver dat je van evenwicht zit. Dat is een uitdrukking die men gebruikt. Nu gaan we daar niet verder op ingaan. Daar gaan we volgende week verder op ingaan. Ja? En Lucas, jij gaat dan ook zien volgende week waarom dat die Xi Max niet het enige is dat het echt interessant is. Ja? En in het tweede semester gaan we dan zien hoe dat we trucken uit de cirk kunnen gebruiken om al die Xi's en die Max'en en die niet-Max'en met elkaar te verzoenen. Ja? Maar dat is nog even geduld. Boom. Dus die Xi, wat voor een beest is dat? Die Xi is niets anders dan het product van van de concentratie van alle verbindingen die er in het reactiemengsel aanwezig zijn, verheven tot tot een macht die gelijk is aan een stoichiometrisch getal. Ja? Die C, dat slaat op het feit dat concentraties zijn. Onthoud dat goed, want dat is belangrijk. Ja? Dus dat stoichiometrisch getal, herinner u, dat is negatief voor de reactanten en positief voor de producten, maar heeft dezelfde waarde als de stoichiometrische coëfficiënt. Dus als we een R'tje gebruiken om de stoichiometrische coëfficiënt van de reactanten voor te stellen, dan zou dat hier zijn tot een macht min R. Dus je ziet, dat komt in de noemer. Voor een product is het stoichiometrisch getal plus P'tje. Als we die P gebruiken om het stoichiometrisch coëfficiënt van een product voor te stellen, plus P. Dus dat staat dan in de teller. Ja? Oké. Je kunt dat nu natuurlijk ook schrijven door gebruik te maken van het feit dat op ieder moment in de tijd de concentratie van iedereen gelijk is aan de beginconcentratie plus het product van de stoichiometrische coëfficiënt en xi c, de vorderingsgraad op basis van concentraties uitgedrukt. Ja? En je ziet, je kunt dat hier in deze uitdrukking ook doen. Er is nu iets heel belangrijk dat je moet onthouden. En dat is, in deze uitdrukking, daar komen nooit, maar dan ook nimmer, vaste stoffen of vloeistoffen in voor. Dus als er een V'tje of een L'tje als subscript bijstaat in uw reactievergelijking, dan komen die er niet in. Waarom dat dat is, dat ga ik u nu niet vertellen. Hè? De reden dat dat zo is, dat gaan we volgend semester zien. Ja? Het enige dat je nu moet onthouden is, dat komt er niet in. Vaste stoffen en vloeistoffen verboden. Ja? Waarom gaan we volgend semester zien? Ja? Oké, dus stel
dat we deze reactievergelijking moeten hebben. Ja? En dat we voor deze reactievergelijking het reactiequotiënt moeten opschrijven. Ja? Dus we gaan dat ijzeroxide omzetten in een andere ijzeroxide en zuurstofgas. Ja? Dat is de reactievergelijking. En stel dat we voor die reactie het reactiequotiënt moeten schrijven. Je ziet vietjes, vaste stoffen. En hoe weet je dat? Dat zijn ionaire verbindingen. Want dat is een metaal en een niet-metaal. Dat is een ionaire verbinding. En alle ionaire verbindingen zijn vaste stoffen. Ja? Oké. Okay. Dus, dat zijn twee vaste stoffen en die komen dus niet voor in die uitdrukking van QC. Wat komt er dus wel voor? Alleen zuurstof. En het is de concentratie van zuurstof tot de eerste. Waarom? Omdat het stoichiometrisch getal van zuurstof 1 is. Ja? Oké. Stel dat we deze reactievergelijking hebben. Hè? Calciumoxide reageert met een waterige oplossing van HCl en geeft opgelost calciumchloride en water. Ja? Calciumoxide is een ionaire verbinding, een vaste stof. Water is een vloeistof, een zuivere stof. Dus veetje, elletje. Vaste stof, het oplosmiddel, hè, want het is een waterige oplossing, maar water is een zuivere stof, dus het oplosmiddel mogen beschouwen als de zuivere stof. Dus die komen er niet in voor. Wat komt er wel in voor? Calciumchloride en HCl. Calciumchloride gaat in een teller staan. Waarom? Omdat het stoichiometrisch getal 1 is. Dus de concentratie van calciumchloride in de oplossing staat in een teller. HCl gaat in de noemer staan. Ja, waarom? Omdat het stoichiometrisch getal negatief gaat zijn, hè? Want het is een reactant. Wat is de waarde? Een tweetje, dus een kwadraat. Ja, oké. Okay. Boom. Dus de ionisatiereactie van HF, als we daar het reactiequotiënt voor moeten opschrijven, ja. Dus we hebben vorige week de definitie van een ionisatiereactie gezien, van een zuur. Hè? Dus een zuur reageert met water, geeft zijn geconjugeerde base en H3O+. Als we dat doen voor HF, ja, dan hebben we die reactievergelijking. En je ziet nu water, een elletje, komt dus niet voor in de uitdrukking van QC. En hoe ziet QC daar dan uit? Concentraties van onze producten in de teller. Concentratie van ons reactant in de noemer, ieder eentje. Dus macht is 1. Ja? Stel, we gaan loodchloride oplossen in water en we moeten daarvoor het reactiequotiënt opschrijven. Dus we weten, loodchloride, dat is een ionaire verbinding, dus dat is een vaste stof. Als we dat oplossen in water, dan gaan we die gehydrateerde ionen hebben. We hebben vorige week gezien dat wij dat zo noteren. Ja? En gezien nu, hier staat een veetje, dus deze pipo gaat nooit in onze uitdrukking van het reactiequotiënt mogen komen. Wat gaat er dan wel in staan? Het product van de concentraties van LO2+ en chloor min. Het zijn alle twee producten, dus ze gaan alle twee een positieve macht hebben. Lood een eentje en chloride anionen een tweetje. Ja? Oké. Okay. Dus we gaan nu ons voorbeeldje er weer bij nemen. 8 mol stikstofgas en 20 mol waterstofgas in een vat van 2 liter. En we gaan nu het reactiequotiënt Q berekenen bij die 3 verschillende vorderingsgraden. Dus een halve mol, 3 mol en 6 mol. Ja? En herinner u wat het is strak. Juist. Dus we gaan nu eerst onze uitdrukking, we gaan eerst opschrijven wat we moeten berekenen. Hè.
We gaan dus de uitdrukking van Q opschrijven voor onze reactie die we gaan uitvoeren. Dus dat is hier de algemene uitdrukking. We gaan dat nu toepassen voor onze reactie. Hè. Dus ammoniak in de teller kwadraat, in de noemer stikstofgas, waterstofgas, de concentratie stikstofgas tot de eerste, waterstofgas tot de derde. Ja? Oké. Okay. Dus we kunnen dat natuurlijk ook schrijven door gebruik te maken van XiC. Hè? En het is dus dit dat we moeten uitrekenen met een waarde van XiC, een keer aan 0,5, een keer 3 en een keer 6. Ja? Oké. Okay. Dus dat moeten we dus berekenen. Je weet, we hadden, hè, dus deze uitdrukking moeten we berekenen. Ja? Oké? Okay? Goed. Bon. We hadden daar straks hè, gezien dat je zo'n moltabel kunt maken. Maar we kunnen dat nu ook natuurlijk schrijven voor concentraties. Niet? Wat moeten we dan wel doen? Ons initiële aantal een mol. Als we Q willen berekenen, moeten we concentraties hebben. Dan gaan we die moeten omrekenen naar concentraties. En onze xi's die opgegeven zijn, gaan we moeten omrekenen naar xi's. Ja? Oké, okay. Dat gaan we dus doen. Herinner u, we hadden er straks onze initiële concentraties. Ja? We hebben dat er straks gedaan voor mollen. Nu gaan we datzelfde doen, maar voor concentraties. Ja? Onze wijziging moeten we nu berekenen bij al die waarden van xi. Oké. Okay. Het eerste dat we natuurlijk moeten doen, is die xi omrekenen naar xiC. Ja? En je weet, die xiC is xi gedeeld door het volume. Boom. Voilà. Ons volume is 2 liter. Dus we delen onze mollen door die 2 liter. En we hebben dus xi. Ja, ja, dat moet hier een nul zijn, hoor. Dat is een typefout. Ja, ja. Dank u. He? Dus dat moet hier inderdaad een nul zijn, hoor. Ja? Oké. Okay. Dus, je ziet, hier staat de nul correct, Lucas. Ja? Dus, wat hebben we nu? De som van deze rijen. Hebben we onze concentraties. Voilà. Nu hebben we allemaal onze concentraties. En deze concentraties gaan we nu moeten gebruiken om QC te berekenen. Ja, voilà. Dus ik heb hier onze concentraties geschreven. En deze uitdrukking moeten we nu berekenen. En wat er hier in dat kotje staat, dat is dat getal dat hier komt. Ja? Dus als we dat voor de eerste vorderingsgraad doen, is ons reactiequotient 9,72 maal 10 tot de min vijfde. Je ziet, dat is een klein getal. Een klein getal van deze verhouding. Wat betekent dat? Dat betekent dat we een grote noemer hebben en een kleine teller. Een grote noemer betekent te veel reactanten. En een kleine teller betekent weinig producten. Ja? Oké, okay, als we dat voor de anderen doen, dan zie je dat als de vorderingsgraad toeneemt, dan gaat de waarde van Q groter zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat er op dit moment, bij deze vorderingsgraad, hè, dat die verhouding groter is. Dus dat betekent dat onze noemer kleiner is en onze teller groter is. Ja? Bij de laatste vorderingsgraad 6 zien we dat er 36 Q gelijk is aan 36. Dus dat betekent dat onze teller nu groter is dan onze noemer. Dus er zitten meer producten in dat reactant. Ja, oké. Okay. En dan gaan we nu een keer kijken naar het laatste stukje dat we vandaag gaan doen, denk ik. Ja, gasfasereacties. En nu even voor de duidelijkheid, want soms ontstaat daar verwarring over. Hè. Een gasfasereactie, dus de term gasfasereactie, dat betekent dat zowel alle reactanten als alle producten gassen zijn. Ja?
Dus in het reactiemengsel zitten alleen gassen. Ja? Wat we nu gaan zien, dat geldt dus algemeen voor gasfasereacties. Daarnaast gaan we zien dat eigenlijk ook geldt voor alle reacties waarbij dat er gassen betrokken zijn. Ja? Maar het is niet omdat er één gasvormig reactant of product is, bijvoorbeeld een oplossing die reageert met een gas, of een vaste stof die reageert met een gas, dan heb je geen gasfasereactie, maar dan is er in de reactie wel een gas betrokken. Hetzelfde dat geldt voor gasfasereacties, geldt ook voor dat gas dat dan betrokken is in die gasvastreactie. Dus even bij het begin voor de duidelijkheid moest het zijn dat ik het verderop vergeet te vertellen. Maar we gaan nu beginnen met te kijken naar iedereen is een gas. Ja? En gasfasereacties, dus even voor de duidelijkheid. Chemische reacties die worden altijd uitgevoerd bij constante temperatuur. Ik weet dat jullie daar raar in de oren gaat klinken. Neem het nu even van mij aan. De temperatuur bij een chemische reactie wordt beschouwd als zijnde constant. Ja? Waarom en hoe, dat gaan we ook weer volgend semester, ga ik u dat ook weer in naaldje en draadje uitleggen. Nu nemen we even aan. Een chemische reactie wordt uitgevoerd bij constante temperatuur. En je weet, bij een gas, hè, als de temperatuur constant is, kun je dan ook nog het volume constant houden of de druk constant. Ja? Dus voor gasfasereacties kunnen we dat doen ofwel bij constante temperatuur en constant volume, ofwel bij constante temperatuur en constante druk. We gaan nu een keer kijken hoe dat verhaal in elkaar. Ja? Dus, onze Bijbel, hè? We hebben dus onze reactiestoichiometrie en onze vorderingsgraad van de reactie. De samenstelling van ons reactiemengsel, die kunnen we dus ook altijd schrijven, hè? Op basis van ons aantallen mol dat erin zit. Ja? Oké, dus de aantallen mol van iedereen die er in ons reactiemengsel zit, op ieder moment in de tijd, is wat er in het begin in zat, plus de som van het stoichiometrisch getal vermenigvuldigd met de vorderingsgraad. En de vorderingsgraad is dat dan op dat bepaald moment in de tijd. Ja? Oké. Dus, we gaan dat nu niet doen voor de gasfasereactie, waarbij dat SO2 reageert met zuurstofgas, en SO3 vorm. Dus je ziet, iedereen is gas, een gasfasereactie. We gaan dat doen bij een temperatuur die we constant houden op 600 graden. Ja? Boom. Dus, voor iedereen die erin zit, in ons reactiemengsel, kunnen we het aantal mol dat er op ieder moment in de tijd in zit, schrijven als we dat er in het begin in zat, plus het product van het stoichiometrisch getal maal xi. Voor SO2 is dat dan min 2 xi, voor zuurstofgas is dat min xi, en voor SO3 is dat plus 2 xi. Ja? Oké. Okay. Het totaal aantal mol dat erin zit op ieder moment in de tijd, is dan, hè, het aantal mol dat van iedereen, de som van iedereen, wat er in het begin in zat, plus hetgeen dat erbij gekomen of weggegaan is door reactie. Ja? Als we die twee termen die hieruit werken, die som hieruit werken, zie je dat de som is van het initiële aantal mol, plus de som van de producten van de stoichiometrische getallen met xi. Ja? Dus dat is het totaal aantal mol. En als we dat uitschrijven voor onze reactie, is deze som hier, min 2 xi, min xi, plus 2 xi. En je ziet in ons voorbeeld, is dat het totaal aantal mol, min xi. Dus je ziet dat naarmate dat de reactie vordert, dus naarmate
dat er meer reactanten in producten omgezet worden, gaat dus het aantal mol gas dat er in dat vatje zit veranderen. Ja? Dat betekent dus dat we een wijziging van ons aantal mol kunnen berekenen. En dat is hetgeen dat erin zit op ieder moment, verminderd met wat er in het begin in zat van totaal aantal mol. En je ziet, hè, dat is weer die som van het product van de stoichiometrische getallen en xi. En dat is dus in ons voorbeeld min xi. Ja? Oké. En je weet dus, voor een gas geldt de ideale gaswet. En vorige week hebben we dan gezien, hè, als er een wijziging is, dan kun je de wijziging in de PV-term, dus het product van PV, schrijven als de wijziging in het aantal mol dat er is, maal RT. En je ziet dus dat voor onze gasfasereactie het delta, de wijziging in het product PV, gelijk is aan, hè, in ons voorbeeld, min xi maal RT. Ja? Oké. Wat betekent dat verhaal? Stel, we vertrekken dus met een aantal mol van SO2 zuurstofgas en SO3 in een vatje. Ons vatje heeft een volume van 10 liter. De druk die er hier is, dat is totaal aantal mol maal RT gedeeld door ons volume. He? Ja? Dat is dus 3,02 mol als we dat optellen, maal RT gedeeld door V. En we moeten dus, we hebben bars, we gaan werken in bar, dus we gebruiken de eenheden liter bar. He? Voilà. Ziezo, uitgecijferd. We gaan dit nu doen bij constant volume. Voilà. Ons volume blijft constant op 10 liter en onze temperatuur blijft ook constant. He? Op ieder moment in de tijd gaat er dus onze, in ons reactievatje bepaalde hoeveelheden zitten, die uiteraard afhangen van de vorderingsgraad van de reactie. Ja? Op ieder moment in de tijd, vermits dat ons volume constant blijft, gaan we onze druk hebben die gelijk is aan een totaal aantal mol maal RT gedeeld door V. Maar dat totaal aantal mol is dus nu 3,2 min xi maal RT gedeeld door V. Ja? Dus we hebben een delta P die gelijk is aan min xi maal RT gedeeld door V. Dus je ziet, de wijziging in de druk hangt af van de vorderingsgraad van de reactie. Hoe groter dat de vorderingsgraad van de reactie is, hoe meer dat onze druk gaat afnemen, want hier staat een minnetje. Ja? We gaan dat nu niet keer berekenen voor vorderingsgraad 0,5 mol. Wat een dat voor iets anders kunnen berekenen, oké. Maar gewoon om te illustreren, doe ik dat hier nu voor 0,5 mol. Ja? Dus dan is ons totaal, de wijziging in ons totaal aantal mol is min xi. Dus dat betekent dat er min een halve mol weg is. Hè? Dus een halve mol gas eigenlijk verdwenen door reactie. We zijn vertrokken met een druk van 21,92 bij xi een half. Hè? Als we dus deze formule hier uitrekenen, ja, dan hebben we delta P, eerst de druk berekenen, 18,29. Delta P is min 3,63. Ja? Oké? Dus je ziet, onze druk zakt. Als we daar nu een grotere waarde van xi in die formule zouden invullen, dan zou die een druk meer gezakt zijn. Dan zou delta P min een groter iets zijn. Als we daar een kleinere waarde van xi hebben, dan zou delta P min een kleiner iets zijn. Ja? Oké. Dus je ziet, V0 bij constant volume is V0 maal delta P als functie van xi. Dat betekent dat hier tussen haakjes, hè, delta P als functie van xi, is de wijziging van het totaal aantal mol als functie van xi maal RT. Ja? Oké.
Dat was nu bij constant volume. Je kunt dat ook doen bij constante druk. Ja? We gaan nu vertrekken met hetzelfde. We gaan nu de temperatuur constant houden en de druk constant houden, zoals die was in het begin. Ja? Dus onze druk blijft nu constant op 21,92 bar. Dat betekent dat als er nu reactie gaat gebeuren en het totaal aantal mol gaat wijzigen, dat ons volume gaat wijzigen. Ja? Want ons volume is nu het totaal aantal mol maal RT gedeeld door P. Maar het totaal aantal mol varieert met de vorderingsgraad van de reactie. En je ziet dus dat nu delta V gelijk is aan min xi maal RT gedeeld door P. Ja? Oké. Dus wat hebben we nu als we datzelfde bekijken? Maar nu bij constante druk, bij diezelfde vorderingsgraad van 0,5. Ja? Dus als we nu de sommen maken, P0 delta V, dan hebben we vertrekken met een volume van 10 liter. Je ziet dat volume neemt af naarmate dat de reactie vordert. En onze delta V bij een vorderingsgraad van 0,5 mol is min 1,66. Ja? Oké. En nu moet je even goed luisteren. Stel dat ik u de vraag zou stellen. Als we de reactie doen bij constant volume, dan hebben we een drukwijziging delta P. En ik stel u de vraag, de delta P die we hebben bij constant volume, met welke volumewijziging delta V zou die overeenkomen als we de reactie zouden uitvoeren bij constante druk? Ja? En als we de drukwijziging bij constant volume willen omrekenen naar een volumewijziging bij constante druk, ja? Dan komt deze drukwijziging bij constant volume overeen met deze volumewijziging bij constante druk. Ja? Want delta N totaal als functie van xi maal RT is dan P0 maal min xi min een half is min 1,66. Ja? Als we de reactie uitvoeren bij constante druk, dan hebben we een delta V. En dan kunnen we ook de vraag stellen, die volumewijziging die we nu zien bij constante druk, met welke drukwijziging zou die corresponderen of overeenstemmen als we de reactie zouden uitvoeren bij constant volume? Dat is dan natuurlijk V0 maal delta P als functie van xi. Dat is dus die min 3,63. Ja? En je ziet dus dat in ons voorbeeld zijn die dingen allemaal gelijk aan min xi maal RT. Ja? Dus algemeen voor een gasfasereactie is de wijziging van het totaal aantal mol gas de som van de producten van het stoichiometrisch getal en de vorderingsgraden. En je ziet, ik heb hier nu geetjes bij gezet. Waarom heb ik dat gedaan? Dat is omdat ik u daar in het begin gezegd had. Dus tot hoe laat is dat les? Is dat tot 11:45 of tot 11:45? Oh, 11:15. Ja, oké. Goed. Ja. Dank u. Oké. Waarom heb ik dat gedaan? Die geetjes daarbij gezet? Jacob, ik ga even op uw vraag antwoorden. Dus waarom heb ik dat gedaan? Die geetjes daarbij gezet?
om u erop te attenderen op wat ik u bij het begin van dit verhaal gezegd heb. Hè. Dus als iedereen gas is, dan heb je dus wat men noemt een gasfasereactie. Ja? En dan staat iedereen hier in die wijziging van dat aantal mol gas. Ja? Maar stel, je hebt een reactie van een vaste stof met een gas of iets anders met een gas. Ja? Dan is die drukwijziging of die volumewijziging waarop dat men het gaat hebben, dat kan alleen maar komen van de gassen. Hè? Want vloeistoffen en vaste stoffen zijn niet samen drukbaar. Dus die ondergaan geen volumewijziging. Ja? Dus vandaar, om dat hier voor algemeen altijd te laten gelden, heb ik die geetjes daarbij gezet. Expliciet. Ja? En we weten dus dat de wijziging in de PV-term gelijk is aan de wijziging in het aantal mol gas maal RT. Hè? En dat is dan natuurlijk, hè, die som van dat product maal RT. Ja? Als we dat bij P, bij constant volume doen en constante temperatuur natuurlijk. Je ziet, als het volume constant is, dan mag dat V'tje hiervoor gezet worden. En dan hebben we V delta P is delta N maal RT. Dat is dan die somterm maal RT. Ja? En delta P kun je dan natuurlijk berekenen door dat te delen door RT. Hè? Ja? Nu, Jacob vroeg welke eenheden zijn dat. Dus dat hangt af van de eenheden van volume en druk die je gebruikt. Hè? Dus als je volume in liters doet, ja, dan kun je je druk in pascal doen, in bar of atmosfeer, afhankelijk van welke waarden, welke eenheden van druk dat je hebt, ga je hier gewoon de correcte waarde van R moeten gebruiken. Hè? Ja? Duidelijk, Jacob? Ja, oké. Okay. Bon, als we dat nu doen bij constant volume, bij constante druk, moment, ik ben verstrooid. Bij constante druk, dus dan blijft het P'tje constant, mag het P'tje hiervoor geschoven worden. En dan hebben we P delta V is gelijk aan die somterm maal RT. En dan kun je delta V berekenen op deze manier. Ja? Duidelijk? Hè? Dus dat is natuurlijk een speciale voor gassen. Hè? En hoe komt dat een speciale is voor gassen? Ah, wel, dat komt omdat alleen gassen samen drukbaar zijn. Hè? Vloeistoffen en vaste stoffen. Ja? Nu, je ziet, we hebben dat nu gedaan met aantallen mol, maar je weet dat je dat ook met concentraties kunt doen. Hè? En als je met concentraties werkt, dan blijft je volume constant. Hè? Impliciet, als je met concentratie werkt, blijft je volume constant. Ja? Dus dat betekent dat je dat ook met concentraties kunt schrijven. En je weet, de concentratie is het aantal mol gedeeld door het volume dat constant blijft. En xi c is xi gedeeld door het volume dat constant blijft. Ja? Je kunt dat ook doen voor de gassen met partieeldrukken. Want je weet dat voor een gas een partieeldruk het aantal mol van dat gas is maal RT gedeeld door V. Je ziet, dat is dus de concentratie maal RT. En voor gassen kun je dus ook met xi P werken. Hè? Dat is dus xi maal RT gedeeld door V. Of xi C maal RT. Hè? En dan kun je dus de samenstelling van je reactiemengsel in partieeldrukken schrijven. Hè? Ja, dus, en je weet dan ook dat je een reactiequotient kunt berekenen door concentraties te steken in de uitdrukking van QC. En voor gassen, en dat is dus wel een speciale, kun je ook een QP gebruiken. Dat is
een reactiequotient, niet op basis van concentraties, maar op basis van perceeldrukken. Dat heeft dus dezelfde vorm van uitdrukking, maar in plaats van concentraties staan het daar perceeldrukken in. En je ziet, met concentraties schrijven we een klein c'tje daarbij als subscript. En met perceeldrukken schrijven we daar een p'tje bij als subscript. Ja? Dus voor gasfasereacties kunnen we werken met mollen en xi. Kunnen we werken met concentraties en xi-c. En kunnen we ook werken met perceeldrukken en xi-p. Ja? De samenstelling van uw reactiemengsel kunt je dan schrijven met mollen, met concentraties of met perceeldrukken. Ja? Shannon, ga ik het teruggaan, hè? Want kijk, wat is QC? Dat is het product van alle concentraties die er hier voorkomen. Het product van de concentratie van alle verbindingen die er in uw reactievergelijking staan, verheven tot een macht gelijk aan het stoichiometrisch getal. Het stoichiometrisch getal is hetzelfde getalke als de stoichiometrische coëfficiënt, maar is negatief voor reactanten en positief voor producten. Ja? Dus Q is de concentratie. En wat staat er? De concentratie van SO2 moeten we dus doen tot de macht min 2. Die min 2, dat gaat als een kwadraat in de noemer komen. Ja? De concentratie van zuurstofgas moeten we doen tot de macht min 1. Dat gaat dus in de noemer komen met de macht 1. De concentratie SO3 moeten we tot de macht 2 doen. En dat staat dus in een teller met macht 2. Het simpelste hoe dat je het kunt onthouden is, in de teller staan de producten, in de noemer staan de reactanten. De machten zijn gelijk aan de waarde van de stoichiometrische coëfficiënten. Duidelijk, Shannon? Oké, bon. Dus voor gasfasereacties kunt je dus samenstelling van je reactiemengsel schrijven in mollen, in concentraties en in perceeldrukken. Ja? Je kunt een reactiequotient schrijven op basis van perceeldrukken QP of op basis van concentraties QC. Ja? Die twee, die hangen natuurlijk samen, niet? Want dat is voor dezelfde reactie. Ja? Dus als ik hierin mijn perceeldrukken vervang door het product van de concentratie maal RT, wat krijg ik dan? Dan krijg ik dat QP gelijk is aan QC maal RT verheven tot een som van... tot een macht die gelijk is aan de som van de stoichiometrische getallen. He? Ja? Dus dat is de link tussen QP en QC. Ja? Oké, probeer deze hier eens. Dus we krijgen de waarde van QC. Dus het is gewoon de getalwaarde die hier staat. He? Van QC 3. Ja? En... we moeten weten dat QP bar is. Dus dat betekent hier gewoon dat we een eenheid bar hebben. Ja, oké. Is dat A, B, C of D? Zeg het een keer. B? Is er iemand die iets anders zegt?
weinig animo om iets te zeggen, precies. Oh, er is een hand. Wie is er een hand? Degene die iets willen zeggen, je moet geen handen opsteken, maar je moet wel, fikker, je kunt een chat gebruiken om een vraag te stellen. En anders moet je handje wegdoen. Ja? Oké. Okay. Dus we gaan een keer kijken. Ja, het is dit. Ja, want QP is QC maal RT tot een macht die gelijk is aan de som van de stoichiometrische getallen. De stoichiometrische getallen zijn hier min 2, min 1 en 2. De som daarvan is min 1. Ja, dus RT tot de min eerste, RT, staat in de noemer. Ja? De waarde van R die je hier moet gebruiken, is die met 1 hectoliter bar, omdat hier bar staat. Ja? Dus, nog een keer, opdat je het nooit niet meer zou vergeten, en dat is het laatste dat ik jullie ga zeggen, die uitdrukking waarbij dat je perceeldrukken relateert met concentraties, dat geldt alleen maar voor de gassen. Hè. Vaste stoffen, vloeistoffen of opgeloste stoffen, die hebben geen perceeldruk. Ja? Dus dat geldt alleen voor de gassen. Dat betekent dus dat in deze uitdrukking die som van die stoichiometrische getallen hier alleen betrekking heeft op de gassen. Ja? Oké. Okay. De eenheden van QC, dat zijn mol tot die macht die de som is van die stoichiometrische getallen. En het feit dat je met concentraties en eenheden voor concentraties mol per liter werkt, geven we zo aan, door dat hier tussen haakjes bij te schrijven. De eenheden van druk, ja, dat gaat een drukeenheid zijn tot die macht. Ja. En dat hangt ervan af wat je dus gebruikt. Hé. Je kunt verschillende eenheden van druk gebruiken. En dat geeft je dus aan door de gebruikte drukeenheden tussen haakjes daarbij te schrijven. Ja? Oké. Okay. Bon. Nog eentje voor het af te leren. Oké. Okay. We hebben deze reactievergelijking. En voor die reactie moeten we de uitdrukking schrijven van Kp bar is gelijk aan Qc mol met in een RT-term. Ja? Is het A, B, C of D? C, 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 C. Oké, we gaan een keer kijken. Ja? Dus brom staat een L'tje. Die komt dus niet voor in de uitdrukking van Qc. Dus die komt ook niet voor in de uitdrukking van QP. En QP is dus ons product HBR, de perceeldruk in het kwadraat, ons reactant dat erin mag, deze mag niet meespelen, is de perceeldruk van waterstof, een eentje, tot de eerste. Ja? Dus als we nu onze perceeldrukken vervangen door concentraties, ja, dan is dat QC maal RT. En de welkste was dat? Dat was A. Dus de A'tjes zijn goed. Oké? Okay? Duidelijk? Zo, dat was wat ik jullie van de voormiddag nog wilde vertellen. Vergeet niet. Wat we nu vandaag gezien hebben, dat is deel van de leerstof voor de niet-periodegebonden evaluatie. Ook de zelftest van week 6 en van week 4 en van week 5 behoren tot de leerstof. Ja? Moest het zijn dat je nog vragen hebt, of dat je dus ja, morgen ziet dat je nog vragen hebt,
Dan is er morgen namiddag om 3 uur een uitlegsessie. En je weet waar dat je de Teamslink kunt vinden. Hè? De Teamslink voor de uitlegsessie van morgen. Planning. Hier, hè? Ja? Benjamin, dat klopt. Dat gaan we volgende week doen. Ja? Welke dingen dat we vandaag gedaan hebben, dat kun je hier zien. Hè? Ja? Benjamin? Oké? Tine, nee. Oh nee, er bestaat geen wet van behoud van mollen, hè? Nee. Niet zeggen. Oh nee. Bestaat geen wet van behoud van mollen. Moment. Oh, dit is een serieuze misvatting, hoor. Wacht eens even. Kijk eens een keer. Kijk eens een keer hier. Moment, Tine. Ja? Dat was Tine toch met... Momentje, ik ga direct op de volgende... Tine, kijk eens een keer. Ja? Je ziet, hier is ons totaal aantal mol. Zoveel. Ja? Hier is ons totaal aantal mol zoveel. Ja? Oké? Bij constante druk is dat natuurlijk hetzelfde aantal mol dat erin zit. Hè? Je ziet, hoe komt dat nu dat hier de druk, dat hier het totaal aantal mol verandert bij deze reactie? Dat komt omdat er hier, kijk, 2 en 1 is hier 3 mol gas gaan verdwijnen. En 2 mol gas gaan daarvoor in de plaats komen. Ja? Dus dat betekent dat naarmate dat SO2 en zuurstofgas verdwijnen, er meer mollen weggaan. Als dat er SO3 mollen bijkomen, dus uw totaal aantal mol kan niet constant blijven. Hè? Ja? Uw totaal aantal atomen dat erin zit, gaat wel constant blijven. Maar niet uw totaal aantal mollen. Je kunt dat dus zien. Hier, hè? Kijk. Als de som, kijk, ik ga het u hier tonen. Ah nee, ik kan het u hier tonen, kijk. Als deze som 0 is, dan heb je geen wijziging voor je aantal molgas. Dus als het aantal mol van de gassen links van uw reactiepeil gelijk is aan het aantal molgassen rechts van uw reactiepeil, dan heb je geen wijziging van het totaal aantal mol. Is het duidelijk, Tine? Ja, oké. Dan gaan we nu naar de volgende vragen. Ik heb gezegd in dat bestand dat jullie gekregen hebben met richtlijnen. Momentje. Wacht, ik ben mijn chat kwijt. Moment. Ik ben mijn chat kwijt. Waar is mijn chat? Ja, hier. Het bestand met richtlijnen. Hier. Staat dat in. De aard van de meerkeuzevragen als één.
Ja? Duidelijk? Ja? Xander, dat zit in hoofdstuk 2. En dus, inderdaad, ja, je moet dat kennen. We hebben dat wel niet expliciet gezien, maar dat neemt niet weg dat je het moet kennen. Jannes, mol is inderdaad een hoeveelheid deeltjes. Maar, herinner u, hè? Waarom... Ah, Jannes, zegt je dat omdat ik zei dat het aantal mol niet constant blijft en dan zeg het aantal atomen wel? Ja? Oké. Okay. Ik ga teruggaan naar het eerste dat we gezien hebben vandaag. Ziet u de slide, Jannes? Blijft het aantal mol constant? Hè? 19, en hoeveel hebben we er hier? Ook, toevallig ook 19. Ja. Dat is niet noodzakelijk zo. Hè? 7 en 5 is 12 en 7 is ook 19, maar dat is niet noodzakelijk zo. Ja? Nu, we gaan dat nog wel verder, gaat dat nog wel verder in de oefeningen ook zien, maar er bestaat geen wet van behoud van mollen. Er bestaat alleen een wet van behoud van massa. En de massa blijft behouden, omdat het totaal aantal atomen dat er in dat vatje zit, altijd constant blijft. Waarin dat die atomen samen hokken, dat blijft natuurlijk niet constant. Ja? Duidelijk, Jannes? Ja? Je gaat nog wel zien. Ik heb dan nog een vraag gezien. Moment. Xander, zijn probleem is opgelost. Dan wacht ik wel. Oh, wat is dat hier? Wacht even. Ja, dan zoek. Oké. Dit wordt er bedoeld met hogere césuur. Zakaria, je verliest dus geen punten als je een verkeerd antwoord geeft, maar je moet meer dan de 11 vragen juist beantwoorden om te slagen. Ja? En wat moet je halen? Dat staat hier. Je hebt 8 meer keuzevragen met 4 mogelijkheden. Dus de césuur is 5. Dat betekent dat je 5 van de 8 vragen correct moet beantwoorden om 10 te halen. Is dat duidelijk, Zakaria? Duidelijk voor iedereen hoe dat die césuur werkt? Ja, dus als je het wilt vinden, voilà. En de formule die ik gebruik, ga jullie dat later nog wel zeggen. De formule die ik gebruik is lichtjes anders dan deze. En dat mag, want ik mag dat zelf bepalen.
En de reden dat ik een andere formule dan deze gebruik, is omdat je met deze uitdrukking negatieve waarde kunt hebben. Dus als je één vraag correct hebt, dan heb je min zoveel punten. Dat doe ik niet. Ja? Vandaar dat ik een iets andere formule gebruik. Oké? Nog vragen? Geen vragen niet meer? Nee? Bon. Dan zou ik zeggen, al jullie goed, blokt een beetje van het weekend. Hè? Oefenen, oefenen, oefenen. En ja, hou u sterk. En voor degenen die die oefeningen hebben vanmiddag, tot vanmiddag. En de anderen tot volgende week. Salutjes!